Hoofdstuk 11 van het leven van Maurits Lijnslager, deel 3, door Adriaan Loosjes Pieterszoon. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. 11e hoofdstuk. In het midden van de onaangenaamheden waarin Lijnslager zo door de slagen die zijn huis door het verlies zijner kinderen getroffen hadden, als de aanzienlijke schade en het groot ongerief dat hij geleden had door de boosaardige en aanzienlijke diefstal welks pleger zich ogenblikkelijk onzichtbaar gemaakt had, doch jaren daarna, van diefstal tot huisbraak voortgaande, te Hamburg het leven op het schavot eindigde. In het midden van die onaangenaamheden had Lijnslager echter met alle aandacht en nauwkeurigheid zijn bezigheden en bedrijf voortgezet en dus op alle verschijnselen acht gegeven die zich in de koophandel vertoonden. Dus was ook zijn opmerkzaamheid niet ontglipt hoe een razende drift om handel in tulpen te drijven niet alleen de geest van de ingezetenen van het naburig Haarlem, waar deze prachtige en schone bloemen in overvloed gekweekt werden, had aangestoken, maar hoe die ook tot Amsterdam was overgeslagen. Hij beschouwde echter deze handel, gegrond op enige grilligen en voorbijgaande smaak en aangezet door de kunstenarijen van enige zwendelaars, als geen vastheid en deugdelijkheid, en belachte een windhandel waarvan elk de mond vol had en waardoor enige fortuinzoekers in weinige weken schatten wonnen, om die als door dobbelspel na weinige dagen weder geheel te verliezen. Lijnslager had door de lessen van zijn verstandige vader en nu door eigen ondervinding geleerd welk onderscheid er is tussen het drijven van een wezenlijk gevestigde koophandel en het hachelijk spel van windhandel dat alleen voor enige ogenblikken grove winsten kan aanbrengen, doch die met de eer en het krediet van de koopman onbestaanbaar meestal verzwolgen worden door de roekeloze dwaasheden van waanwijze en opgeblazen plannenmakers die, het ene luchtkasteel op het andere stapelende, eindelijk dezelfde voor ware gebouwen aanzien, er zelf opklimmen en met een verschrikkelijke val nederploffen. Hij was een der zuilen van de Amsterdamse beurs die de koophandel als een voortreffelijk en edel bedrijf beschouwde, zich niet ophoudende met de streken van welke zich laaghartige zwendelaars en listige beurzensnijders bedienen, die ook de koophandel aan hoevele lotgevallen, onverwachte tegenslagen of voordelige uitkomsten onderhevig niet gelijk stelde met een hazardspel. Nee, maar dezelfde dreef op een rechtschapene en rondborstige wijze en in zodanige onderscheiden voorwerpen als waarvan hij, naar een verstandige berekening, een goed, ja groot voordeel, zo zijn oogmerk slaagde, trekken kon, maar zo zijn oogmerk faalde, geen slag kon ontvangen, die zelfs zijn krediet een schok zou toebrengen. Natuurlijk werd hij dikwerf aangezocht, daar hij bekend stond voor een man die het geenszins aan moed ontbrak, om eens een stoute slag te wagen, om deel te nemen in die tulpenhandel, die duizenden als enige gevonden goudmijn beschouwden. Onder andere toonde men hem een tulp die admiraal van Enkhuizen geheten was en hem voor de som van 3000 guldens werd aangeboden, welk aanbod hij mede afsloeg. De volgende dag werd derzelve voor 5000 guldens Alkmaar verkocht. Dit vertelde hem de makelaar die hem zelve voor 3000 guldens had aangeboden en vroeg hem of hij nu geen berouw had dat hij die winst van 2000 guldens zo had laten lopen. Nee, antwoordde Lijnslager, ik rekende de kans om 2000 guldens te verliezen bij uw aanbod van eergisteren waarschijnlijker dan de mogelijke winst van enige honderden op die beroemde tulpenbol. En mijn stelregels volgende was ik dus verplicht om dat artikel niet te kopen. Ik hoop nu dat de eigenaar er wel mede zal varen en dat de verkoper zich tevreden houdende met die winst niet verlokt zal worden om zich dieper te steken in een handel die nu honderden denkbeeldig rijk maakt, maar misschien in de gevolgen duizenden wezenlijk arm. Het eerstkomende voorjaar wettigde het gevoelen dat Lijnslager van deze handel, die door grote en kleine, zelfs door geringe handswerklieden, gedreven werd, had opgevat, daar toen de in het najaar gekochte bloemen in de lente ontvangen moesten worden, de koper zich buiten staat bevonden om derzelve te betalen.
Hartelijk verheugde zich Maurits dat zelfs de Staten van Holland, die in het eerst dezen handel voor een zoo ernstig stuk hadden gehouden, dat zij in overweging hadden genomen om een impost op dezelfde te stellen, nu den aard van dezen windhandel inzagen en zoodanige maatregels daar stelden die de baatzucht, azende op de dwaze winzucht van onnozele en onkundige mensen, een breidel in de mond legden. Hij kocht ondertussen alle de spotprenten en schimpdichten op deze handel om dezelfde als eene gedachtenis te bewaren van een dwaze windhandel die voor enige ogenblikken tot schande van het Hollands karakter en van de vaderlandse koophandel met zulk eene razernij gedreven was, om daardoor aan zijn zonen als door een levendig voorbeeld te leren hoe de zucht om spoedig rijk te worden door ongeoorloofde middelen of door eenen handel niet gebouwd op stevige en welberekende grondslagen zeldzaam slaagt, ja, meest altijd een tegenovergesteld uitwerksel heeft en de ondernemers in ellende en armoede nederploft. Daar Lijnslager nog van tijd tot tijd de Nederduitse Academie bezocht, zoveel maar enigszins tijd en omstandigheden hem toelieten, bleef hij zijn kennis met alle de fraaie vernuften van die tijd onderhouden en hij verheugde zich zeer dat dezelfde in het bezit geraakt zijnde van de regenten van het Wees en Oude Mannenhuis door hun tot een gehele nieuwe schouwburg werd ingericht. Daar, hoezeer het toneel der Nederduitse Academie wel zodanig was dat er zich de liefhebbers der toneelkunst enigermate mede aan hunne lust tot kunstoefening op voldoen konden, het echter zeer veel afstak bij de tonelen bij andere beschaafde volken van Europa. Lijnslager hield het daarvoor dat eene zo aanzienlijke en bloeiende koopstad als het opkomend Amsterdam behoorde voorzien te zijn van eene openbare, uitmuntend ingerichte schouwburg, daar juist dezelfde gelegenheid gaf tot eene der edelste uitspanningen voor de geest en wel bestuurd een krachtig middel kon zijn om het verstand te beschaven en zelfs eene strekking hebben om de zeden des volks te verbeteren. Hij was het hier zeer ineens met zijn vriend van Vondel, die hem met eene zekere geestvervoering bericht had hoe het stuk waarmede de schouwburg geopend zou worden zijn Gijsbrecht van Amstel was. Hij had dit onderwerp behelzende de verwoesting van Amsterdam en de ballingschap van Gijsbrecht van Amstel na de dood van graaf Floris de Vijfde voorgevallen, erkende hij ronduit aan Lijnslager verkozen, zo omdat die stof hem gelegenheid schonk om op eene toneelmatige wijze vele de schilderachtige delen van Aeneas, van de verheven heldendichter Virgilius, na te volgen en in de ondergang van Amsterdam die van Troje te herhalen, als om daardoor aan zijn stadgenoten een stuk te leveren dat hun bijzonder welgevallig zijn zou, omdat het handelde over de lotgevallen van de stad hunner inwoning, waaraan de Amsterdammers met een gewone bijzondere gehechtheid, die boven al de inwoners van aanzienlijke en hoofdsteden der landen bezield, verkleefd waren. Vondel, Lijnslager een bezoek gevende en weder over dit onderwerp handelende, zeide de laatste: ik hoor toch dat er bij sommigen nogal zwarigheid over het ten toneel voeren gemaakt wordt uit hoofde dat de kerkgebruiken der Roomsgezinden daarin ten tonele gebracht worden. Van Vondel: ik hoor er ook veel van spreken, maar ik geef geen acht op hetgeen zij van zeggen die het alleen als een middel gebruiken om het stuk van het toneel te houden. Die wangunstigen zijn mijne aandacht onwaardig. Lijnslager: het zijn niet alleen de zulken welke die aanmerking maken, maar ook zijn er die zich verbeelden dat hierdoor aan de Roomsgezinden misschien ergernis zal gegeven worden. Van Vondel: er zijn, mijn vriend, onderwaarlijke, brave en welmenende mensen altijd vele zwakke zielen die zo beschroomd zijn dat zij, om niemand ergernis te geven, tot het besluit zouden kunnen komen om niets hoegenaamd te doen dat enigszins van het betreden spoor afwijkt. Ik daag ieder uit om mij een gedeelte aan te tonen waarin de godsdienst in het algemeen of de Romeinse in het bijzonder in een ongunstig licht gesteld wordt. Waarom zou men op het toneel, mits met al die matiging welke de eerbied voor de heilige godsdienst afvordert, niet even goed over de plechtigheden der christenen
en hunne kerkzeden mogen handelen, ja die ten tonele voeren als die der Grieken en Romeinen. Lijnslager, het blijft toch altijd spel en geheel tot uitspanning van de geest ingericht. Van Vondel, als men nu het spel en de uitspanning eene zo ernstige richting geven kan, dat er eene verhevene en godsdienstige stemming der gemoederen door bevorderd wordt, wat ongeoorloofds, wat kwaads steekt er dan in, mits dat alles met eene deftigheid, de verhevenheid der zaken waardig, geschiede en er geen de minste aanleiding gegeven worden tot spotternij. En waarlijk het gezang der nonnen op de kerstnacht, verbeeld ik mij, als het plechtig aangeheven wordt, zal geene dan waardige en godsdienstige indrukken op de gemoederen kunnen veroorzaken, en is voor christenmensen in een christenland veel verstaanbaarder dan een koorzang van heidense priesters. Maar ik bid u, neem er zelf de proef van. Lijnslager, dat is mijn voornemen. Ik hoop met mijn Maria en mijn twee oudste kinderen de inwijding van de Amsterdamse Schouwburg bij te wonen. Na de dood mijner drie kinderen hebben wij nog aan geen openbare vermaken deelgenomen, maar ik zou het mijzelf altijd verwijten als ik mij onthield aan de plechtige inwijding van een gebouw, het welk ik mij voorstel dat aan de burgerij van Amsterdam de voortreffelijkste en nuttigste uitspanning zal opleveren. Veel, zeer veel moeite kostte het aan Lijnslager om zijn Maria over te halen, toen de dag gekomen was dat de Schouwburg zou worden ingewijd, om hoe gaarne zij dat vermaak aan haar man en kinderen gunde, een deelgenoot van hetzelfde te zijn. Daar zij echter duidelijk bemerkte dat het hare Maurits grieven zou, indien zij bij hare weigering volhardde en hare afwezigheid inderdaad veel van zijn genoegen zou hebben weggenomen, besloot zij eindelijk om hare verkiezing aan de wens van hare man te onderwerpen. Geenszins echter had zij berouw dat zij aan het verlangen van hare echtgenoot had toegegeven. Reeds bij het intreden van de Schouwburg, waar alles van pracht en nieuwheid blonk, was zij verrukt over de grootsheid en luister die oog en hart betoverden. Ook was haar moederlijk hart blijde dat altijd zo bezorgd was over hare kinderen, dat zij zelve in dit met mensen opgepropt gebouw het oog over hare lievelingen kon laten gaan, en niet minder dat zij de getuige was van de vatbaarheid en verrukking hare kinderen toen het schouwspel geopend werd en eene dodelijke stilte het geruis en gewoel vervangende na het voorspel Gijsbrecht van Amstel voortrad. Zij beschouwde ook met een strelend genoegen hoe haar Maurits met gespannen aandacht het voortreffelijk voortbrengsel van het genie van zijn vriend Van Vondel aanstaarde, en met al dat gevoel van verheven wellust waarvoor alleen edele zielen gestemd zijn, de voortreffelijke dichterlijke gedachten bekleed met zulke schone woorden als vervolg. Ook zag zij met vermaak hoe hij zijn Frederik opmerkzaam maakte op de gedeelten waarvoor hij bijzonder rekende dat zijn jeugdig verstand vatbaar was. Maria was diep getroffen bij de rij der Clarissen, daar dezelve, ondersteund door de smeltende tonen der muziek, de slachting die de bloeddorst van Herodes onder de Bethlehemse kinderen aanrichtte, voordroeg. Hare moederlijke ziel, die alles voor hare kinderen was, verplaatste zich in de rampzalige toestand van de Bethlehemitische moeders. Zij herinnerde zich met een grote levendigheid van geest de treurige toestand van hare gestorven zuigeling. Zij zag hem als voor hare ogen zweven toen de rij zong. De wenkbrauw dek nu met zijn boogjes gelokene en geen lachende oogjes, die straalden tot in moeders hart als sterren die met haar gewemel het aanschijn scheppen tot een hemel, eer het met een mist betrokken werd. Wie kan de ellende en jammer noemen en tellen zoveel jonge bloemen die vroeg verwelkten eer ze nog haar frisse bladeren ontloken en liefelijk voor ieder roken en 's morgens dronken de eerste zog. Maar bovenal deelde hare aandoenlijke ziel in de toestand van de voor hare Gijsbrecht zo dodelijk beangste badeloch, daar zij hare dierbare echtgenoot onder de doden telt. Onder de zo bekende rij der edelingen, waarbij alles aandacht en verrukking was, smolt ook het hart van Maria weg in aandoeningen. Iedere zangsnede, tot lof der huwelijksliefde aangeheven, gevoelde zij
dat als uit haar hart was opgeschreven. Zij zag haren Maurits aan met een oog van gevestigde liefde, en Maurits, die zich herinnerde welke zijne aandoeningen waren geweest toen hij op het punt stond om zijne Maria te verliezen, vroeg toen die zang geëindigd was aan Maria of zij nu berouw had dat zij was medegegaan. Neen, mijn Maurits, nee, hoe zeide zij, zou het mij berouwen kunnen, daar ik zulke schone schilderijen van het huwelijksleven zie. En als zich verplaatsende in de staat van de diep bedroefde Badeloch. O, zulk een staat kunnen zich alleen elkander tederlievende harten voorstellen. Toevallig stond nu Van Vondel achter haar en hield zich stil totdat het bedrijf geheel geëindigd was en de schouwburg van luidruchtig handgeklap daverde. Toen kreeg Lijnslager en ook Maria eerst Van Vondel in het oog, en Lijnslager drukte hem met al het vuur der verrukking en de deelneming der vriendschap de hand, zeggende: geluk, hartelijk geluk, mijn vriend, met de voortreffelijke uitslag van uw stuk. Ik voorspel u dat zolang Amsterdam Amsterdam is, zal elk rechtgeaard Amsterdammer dit stuk met verrukking beschouwen. Van Vondel, zo de vriendschap niet te veel deel in uw lof heeft, dan verheug ik mij hartelijk over uw goedkeuring, want meer dan het luid gejuich der aanschouwers is mijn oprechte en gulhartige gelukwensing waardig. Maar nog meer de tranen van aandoening die ik in de ogen van uw vrouw heb zien oprijzen, en schoon ik daarvan ook een gedeelte stellen moet op de fraaie wijze waarop de versen zijn gezongen, ik geloof dat ik mij toch ook een gedeelte van de lof mag toe-eigenen. Ik heb acht gegeven op het spelen, maar ook tevens op de aandoeningen die het tederste gedeelte op het hart van mijn vriendin maakte, en ik stel hoge prijs op die lofspraak. Nu werd Van Vondel afgetrokken van Lijnslager en zijn vrouw, en te huis gekomen herhaalde Maria van lieverlede de betuiging van hare weltevredenheid, dat zij afgezien had van haar zo vastgenomen opzet, daar zij deze avond onder een der genoeglijkste telde die zij in maanden had doorgebracht. Lijnslager prentte nu ook zijn kinderen in, zoveel hunne vatbaarheden zulks toelieten, wat eigenlijk de bedoeling van dit stuk was. Ook wist hij onder deze gesprekken de zucht voor hunne geboortestad diep in hun hart te drukken, en nam deze gelegenheid waar om hun levendig onder het oog te brengen hoe spoedig en tot welk een top van grootheid Amsterdam uit kleine beginsels was opgeklommen. Holland was nu van zulk een gewicht in de staatkundige schaal van Europa, dat ene Maria de Medici's, koningin en moeder van Frankrijk, door het beleid van de kardinaal Richelieu, welke over de koning haar zoon en het Franse Rijk het bewind voerde, gedwongen om hof en rijk te verlaten, tot de staten van dit aanzienlijk gewest hare toevlucht had genomen, om derzelver bemiddeling tussen haar en hare koninklijke zoon te verzoeken. De vorstin had zich om die reden naar Den Haag begeven, en staande haar verblijf in dit land bezocht zij verscheiden der Hollandse steden. Amsterdams wijze regering, altijd en met reden de waardij gevoelende van hare aanzienlijke stad, wier stem zich zo dikwerf in Hollands vergaderingen met zoveel nadruks horen liet, en daardoor de raadsbesluiten van het geheel bondgenootschap die klem gaf waardoor de onafhankelijkheid, grootheid, koophandel en zeevaart van het gehele volk bewaard bleven. Amsterdams wijze regering oordeelde het met het staatkundig belang dier stad meest overeenstemmen dat zij die aanzienlijke vrouwen uitnodigde om die stad met hare tegenwoordigheid te vereren. Nadat reeds zeer vele prachtige voorbereidsels gemaakt waren om haar te ontvangen, zond de regering van Amsterdam een harer leden naar de koninginnenmoeder met dat verzoek, zo ras zij met de prinses van Oranje binnen Haarlem gekomen was. En dit, met welgevallen aangenomen en gegeven bezoek, gaf gelegenheid tot het tentoonspreiden van een pracht en luister welke die vorstin en geheel Europa overtuigden van het aanzienlijk vermogen der grote koopstad van een klein gemeenebest, dat, terwijl het nog met het machtig Spanje kampte, de rijkdommen van de koophandel uit Oost en West in hare schoot verzamelde. Lijnslager, die zoveel mogelijk het voorbeeld van zijn brave vader navolgde in alles wat hij zich herinnerde, een gunstige indruk op zijn geest gemaakt te hebben,
toen hij nog een jongeling was, stond ook nog levendig voor den geest hoe zijn vader hem altijd medenam en onder zijn geleide alle openbare plechtige gebeurtenissen deed bijwonen. Het paste, placht die te zeggen, dat een vader zijne kinderen alle mogelijke gelegenheid verschafte om op eene voegzame wijze deel te nemen aan feesten die door de regering der stad ter ere van grote lotgevallen van stad of land of bij de tegenwoordigheid van aanzienlijke personen gegeven worden. Dus ook moesten de feesten, welke bij gelegenheid der komst van Maria de Medicis op hare reizen door de prinses van Oranje vergezeld, gegeven werden, door Lijnslager met zijne kinderen worden bijgewoond. Ook wist hij thans gemakkelijk zijne Maria te bewegen om hem daarbij te vergezellen en door zijne betrekkingen met de aanzienlijkste kooplieden en sommige leden der regering zich te voorzien van een gereden toegang op die plaatsen en standpunten waar zich de feestelijke toestel en vertoningen in het schoonste licht voordeden. Zo zag hij met zijne Maria en kinderen, behalve de andere plechtigheden die bij de inhaling dier vorstin plaats hadden, hoe dezelve op het Oost-Indisch huis getoefd werd op een onthaal geheel en eniglijk bestaande uit Indische gewassen en voortbrengsels. Ontzet stond zij op de beschouwing van een zo alleszins vreemd onthaal, doch dat tevens tot een sprekend bewijs verstrekte van de uitgestrektheid der bezittingen van het gemene best, dat zo klein van omvang landen overmeesterde en voor zijne zegevierende vlag buigen deed, zeer verre in grootheid en onuitsprekelijk ver in rijkdom van voortbrengsels, het moederland overtreffende. Lijnslager zag met een strelend vergenoegen en dat gevoel van nationale hoogmoed, zonder het welk een volk en vooral een gemene best te gronde gaat, de verbaasde blikken welke Maria de Medicis op deze verrassende aanrichting wierp en hoorde haar vragen doen, welke zij aan de haar begeleidende burgemeesteren wegens de herkomst sommige voortbrengselen deed, welke zelve meermalen deswegens aan een der hoofden van de Oost-Indische Compagnie opheldering moesten vragen. Hij ontdekte ook hoe het hart van de prinses van Oranje gestreeld werd, daar zij niet kon nalaten bij de beschouwing van dit banket op te maken, hoedanig een trap van eer en vermogen een gemene best bereikt had, aan welks hoofd haar gemaal geplaatst was, en schoon verstoken van hogere titel dan die van stadhouder, met vele aanzienlijke vorsten kon wedijveren. Immers haar Frederik Hendrik beroemd door zijn dapperheid en krijgsbeleid, nog onlangs bij de vermeestering van Breda zo zichtbaar gebleken, was geëerbiedigd en bemind om zijn zacht en vaderlijk bestuur en bekleedde de eerste rang in een vrije staat, die nog niet erkend en bestreden door de mogendheid aan welker juk hij zich ontworsteld had tussen de aanzienlijkste koninkrijken van Europa als scheidsman optrad. De volgende dag geleidde Lijnslager zijn vrouw en kinderen bij tijds naar een open vaartuig, door hun met enige vrienden daartoe gehuurd en bij de lange Doelenbrug gelegen. Duizenden van mensen omringden van alle zijden de straten aan de rand van het water. Gehele wemelende klompen van getuigen bedekten de bruggen, wolken van mensen bedekten de luifels en uit alle vensters vertoonden zich uitstekende hoofden over hoofden. Hij wees hun aan hoe men in het midden van het water een eilandje uit de venen gevoerd had en daarop binnen ene nacht in een prachtige en trotse tempel vertoningen vervaardigd had om het oog der moeder koningin en de prinsessen van Oranje te verlustigen en tevens een sprekend bewijs te geven van de smaak en vaardige werkzaamheid der Amsterdamse burgers. De twee vorstinnen en het vorstelijk gezelschap met de hoofdschout en burgemeesteren van Amsterdam waren in een zeer prachtig opgesierde sloep met vlaggen waarin de wapenen van Frankrijk en Oranje blonken gezeten. Terwijl die sloep, de Grimmenesse-sluis, plechtstatig werd ingevoerd, terwijl aanhoudend trompetgeschal en andere muziek het gejuich en gejoel der menigte verdoofde, opende de zich daartegenover gelegen sluis en de zeegod Neptuin, door een fors gespierd man verbeeld, met zijn drietand en gewone versiersels en kentekensprongende, kwam op zijn schelp als in een waterkaros aanvaren, gevolgd door Mercuur, zittende in een vaartuig, een kogge voorstellende, zoals in de eerste tijd het wapen van Amsterdam placht te zijn. Voor in deze kogge zat een bevallige vrouw, de stad Amsterdam zelf voorstellende. Deze kogge, de statiesloep
der koninginne genaderd zijnde, hield eensklaps het muziek stil en de duizenden aanschouwers, door dit onverwacht verschijnsel getroffen, zwegen. Alom heerste een eerbiedige stilte, aangenamer, maar anders gelijkstaande met die welke plaats heeft als de arm der gerechtigheid zich opheft om de boosheid openbaar loon voor hare werken te verschaffen. In het midden deze ontzettende stilte begroette de Amsterdamse maagd de moeder koningin met deze weinige dichtregels. Met welk een offerhand zal ik de hemel danken dat mij bezoekend komt de grootste koningin die beide werelden beschaduwt met haar ranken en mij een voorspraak strekte en trouwe noodvriendin bij vader en bij zoon in hare heerschappijen. Wees overwelkom, gezegende Marije. De koningin boog zich met plechtstatige eerbied en nu werd ogenblikkelijk de vorstelijke sloep naar zijde van het kusteiland gevoerd. Ontzet was zij en het geheel gezelschap over de fraaie vertoningen welke daar gegeven werden onder een grote zegeboog. De vorstin zag daar met een gevoel van verrukking het huwelijk van François de Medicis en Johanna van Oostenrijk, haar vader en moeder voltrekken, en vervolgens Maximiliaan, de stedemaagd van Amsterdam, met de keizerlijke kroon beschenken. Ogenblikkelijk na het einde van deze vertoning werd de statiesloep naar de andere zijde van het eilandje gevoerd, waarop in een toneelmatige wijze de ellendig vervallen en verwarde staat van Frankrijk onder Hendrik de Derde in drie vertoningen werd voorgesteld, waarop het Frans Rijksgebied als een wereldkloot door de tweedracht in brand gestoken, vaneengereten en van elkander gescheurd werd verbeeld. De twee anderen vertoonden het luisterrijk herstel en de bloeiende toestand onder Hendrik de Grote, de beste der koningen die ooit de Franse zetel beklom. Op deze tonelen werd hij voor zijn weduwe als uit zijn graf herrezen in de gedaante van Hercules voorgesteld, die de gespleten en verscheurde rijkskloot van het Frans bewind met macht aan elkander hechtte. Verder vertoonde hij zich in de gestalte van Atlas, de door hem herstelde rijkskloot van Frankrijk op zijn schouders torsende. Vondel, van Baerle's Latijn volgende, heeft deze toneelmatige vertoningen in de volgende sierlijke dichtregelen beschreven. Als Frankrijk jammerlijk de rijkskloot ziet gereten door burgerlijke krijg en het land gedeeld in twee, de vorsten handgemeen en hart op hart gebeten, de koning zelf vermoord, doet dit haar harte wee, omdat de kloot des rijks met kracht lag afgesmeten. Van zulke schouderen, waarop zich elk verliet, en de assen uit de naaf geheven, dies bekreten, in die benauwde schijn het naar de hemel ziet. Smeekt Jupiter om hulp en al de grote goden, en wacht van boven troost in die vervallen ster, Pomoon en Bromius en Ceres, weggevlogen en van het zwaard verdrukt en Venus bloot van raad, met de andere goden staan bedrukt aan Frankrijk's zijde. De goden erbarmen zich om die verlegen schaar, verdagvaarden Bourbon, dat hij hen al bevrijde en op zijn schouders neemt de last van rijksgevaar. Tritoon met Mavors helpt de held op Frankrijks bede, waar hij door hun beleid de vijanden verstoort. Zo wordt het rijk geheeld door lang gewenste vrede. Navarre, sterk van hals, de rijkskloot onderschoort. Zet de assen in de naaf met kracht, zo wordt herboren de rust van het oude rijk, zo bloeien alle steden, de kerken en het land weer heerlijk als tevoren. De vrede keert weer om, Astrea gaat bekleden. Heer troon en eerste staat, gevluchte goden keren uit hunne ballingschap in het vorige bezit. Dit wordt u hier vertoond, dit wil Alcides leren, daar hij het geradbraakt land weer zet in zijn gelid. En heel het gesplitste rijk gelijk die stomme spreken. Met recht wordt Hendrik dan bij Hercules geleken. Eindelijk, om aan de vorstin een denkbeeld van de kloekheid, dapperheid en vlugheid der Hollandse zeebonken te geven, kwam in enige schuiten een aantal matrozen in witte linnen klederen met rode mutsen op het hoofd aanroeien en van handspaken voorzien, begonnen deze ene soort van waterstrijd. Elk was er om het vaardigste en handigste bij om elkander aan te vallen en van de waggelende schuiten
in het water te doen tuimelen zonder gevaar voor hachjes, allen in de kunst van zwemmen fiks bedreven, en die er zich vooraf op geoefend hadden, die ook, slechts in schijn hevig verbitterd, elkander zodanig wisten te ontzien, dat het hoogste nadeel dat zij elkander toebrachten, bestond in het aftuimelen in het water, en het nat maken van eene dunne kleding, die zij, na de afloop van het spiegelgevecht, ogenblikkelijk aflegden. Met verbaasdheid en vergenoegen had Lijnslager, nevens zijne vrouw en kinderen, deze prachtige toestel en vertoning beschouwd, en dezelfde hadden ook niet weinig indruk gemaakt op de geest van zijn oudste dochter. Te huis gekomen kon zij niet nalaten tegen haar vader aan te merken dat het haar voorkwam dat die koningin al heel gelukkig zijn moest, daar alles dag aan dag in de weer was om haar op allerhande wijzen te onthalen. Denkt gij dat waarlijk? Vroeg Lijnslager. Margaretha, waarlijk vader. Lijnslager, het ontschiet mij niet, Grietje, daar alle die schitterende en verblindende vertoningen van praal en pracht het oog verbijsteren, en als men er niet op doordenkt wat er van binnen bij mensen in een zo verheven stand geplaatst omgaan kan, en dikwijls in het midden van het gejuich dat hen omringt dadelijk omgaat, het voorkomen hebben van luisterrijke eerbetuigingen die toch de mens zo gaarne ontvangt. Maar ik voor mij geloof, Grietje, dat uwe moeder in hare kring veel gelukkiger is dan Maria de Medici's in hare. Gij ziet mij met grote ogen aan en ik merk dat gij vrij wat zwarigheid maakt om mij te geloven. Er is voor een moederlijk hart niets trainender, niets aangenamer dan omringd en bemind van hare kinderen te leven. En dat geluk heeft uwe moeder, daaraan twijfelt gij niet? Margaretha, in het geheel niet, vader. Lijnslager, van dat geluk is de koningin verstoken, want reeds sedert enige jaren heeft zij door geschillen tussen haar en de kardinaal Richelieu gerezen, geschillen aan welke, al kon ik u die volkomen verhalen, gij niets hebben zoudt, van haar zoon, de koning en het Franse hof verwijderd, in Brabant rondgezworven. Margaretha, foei, heeft dan haar zoon, de koning, niet belet dat men zijne moeder? Lijnslager, o, die koning is geheel onderworpen aan de wil van de kardinaal Richelieu, die op zijn naam Frankrijk bestuurt. Bedenk nu dat deze vorstin, die hier zo plechtig wordt ingehaald, en waarvoor geheel Amsterdam, om zo te spreken, eene feestzaal is, in dit land gekomen is, om bij de staten te verzoeken dat zij hunne pogingen aanwenden, om tussen haar en hare zoon eene verzoening te treffen. Hoe denkt gij dat het hart van die vorstin, zo zij waarlijk enige moederlijke liefde voor haar zoon heeft, moet gesteld zijn? Zeg eens, Grietje, zoudt gij, als gij dit zo bedenkt, niet liever de onbekende Maria Lijnslager dan de wereldberoemde Maria de Medici's zijn? Margaretha, waarlijk, vader, nu beklaag ik die koningin, en ik houd haar voor een recht ongelukkig mens. Moeder is veel gelukkiger, dat lijkt er niet na, maar vader, zeg mij, waarom maakt de regering van de stad zoveel kosten en omslag om die vorstin te ontvangen, die zelf bij de staten van dit land hulp komt verzoeken? Dat begrijp ik niet. Lijnslager, breek er uw hoofd ook maar niet mede, Grietje, dat zijn geheimen van staatkunde, waarmede zij, die in de burgerkring leven, niets te doen hebben. Margaretha, en toch, vader, zijt gij er zo opgesteld dat wij alles zien? Lijnslager, zeker, mijn kind, ben ik erop gesteld dat gij en mijn andere kinderen getuigen zijt van openbare plechtigheden, omdat dezelfde diep in de geest gedrukt als mijlpalen zijn op de weg van het leven. Ook heeft het kennen van aanzienlijke personen, welke een hoge rang bekleden, gelijk vorsten en vorstinnen, deze nuttigheid, dat men zich bij hunne volgende lotgevallen dezelfde veel levendiger voorstelt, ja, dat zelfs hetgeen hun overkomt een dieper indruk op onze geest maakt. Zo, Grietje, zult gij u in het vervolg, als gij iets van Maria de Medici's hoort, het zij dat zij zich met haar zoon verzoent, of dat die bemiddeling geen de plaats grijpt, het zij dat zij in haar oude luister aan het Franse hof hersteld wordt, of genoodzaakt blijft, als een verstotene, bij vrienden hulp te zoeken, veel meer belangstellen bij hetgeen haar wedervaart.
Ook is het zien van zulke plechtigheden als er nu plaats hebben bij het verblijf van Maria de Medicis geschikt om een klaar begrip te geven hoe het onmogelijk anders zijn kan of een mens die zoveel eer aangedaan wordt als in deze dagen Maria de Medicis moet zichzelf bijna vergeten, althans eene buitengewone mate van verstand en deugd bezitten om niet tot het denkbeeld te vervallen dat zij iets meer is dan een gewoon sterveling. Men is verplicht om met de gebreken der aanzienlijken en vooral der vorsten en vorstinnen eene buitengewone mate van medelijden te hebben, daar alle de streken van vleierij samenspannen om dikwijls van de wieg af aan het schoonste sieraad der deugd, de nederigheid, de afhankelijke sterveling zo betamende met tak en wortel uit hun harten te roeien en hen rond te slepen in een maalstroom van vermaken en verstrooingen die een weinig of geheel geen tijd overlaten om met ernst en bedaardheid te bedenken wie en wat zij zijn. Ja, welke verheven plichten op hun rusten, zo zij maar enigszins voldoen aan hun voortreffelijke bestemming. Einde van het 11e hoofdstuk. Hoofdstuk 12 van het leven van Maurits Lijnslager deel 3 door Adriaan Loosjes Pieterszoon. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. 12e hoofdstuk. Het leven van Lijnslager en zijne Maria vloeide nu een geruime tijd voort als eene effene beek en zij verdeelden hun tijd in de zorgen voor hun huisgezin en de opvoeding hunner kinderen die door Gods goedheid hun waren overgelaten. Van tijd tot tijd bezochten zij hunne broeder en zuster van Vliet te Rotterdam, van welke zij ook op hunne beurt bezoeken ontvingen. Zo was ook het geval met Van Teylingen en deszelfs huisvrouw. In Amsterdam hadden zij ook hunne kennissen, die zij van tijd tot tijd bezochten. Doch daar Maria meer tot het stille huiselijke leven overhelde en niet gelukkiger was dan in de kring van haar huisgezin, breidde zij die verkering niet zeer uit. Zij achtte het beter in de kring, welke binnen haar bereik viel, nuttig te zijn, dan door dezelve te veel te verbreden, die niet te kunnen overzien, en dus weinig of geheel geen nut te stichten. Zij had nu ook haar Krisje, welke reeds enige jaren bij haar gewoond hebbende, meer hare vriendin dan hare dienstmaagd was, verloren, daar deze eindelijk met Joosten in het huwelijk getreden was, nadat hij het zo verre gebracht had, dat hij voor het kantoor van Lijnslager als kapitein op een koopvaardijschip voer. Eene van hare uitspanningen was aan dit huisgezin wel te doen en Krisje zelve, welke een zo uitnemend liefderijk hart bezat, het middel waardoor zij, zoveel maar enigszins hare omstandigheden gedoogden, aan onbekende armen en lijdenden wel deed. In het kort, Maria betrachtte die stille en verhevene deugden, welke schoon, geen glans, naar buiten verspreiden, behagelijk zijn in de ogen van het heilig wezen, wiens weldoende hand, schoon voor de stervelingen verborgen, door dankbare en welgestelde harten, met diepe eerbiedenis, in stilte gezegend wordt. Buiten haar, want de uitgebreidheid van hare weldaden, kende ook Krisje, slechts voor een gedeelte, was Maurits de naaste, schoon ook nog onvolkomene getuige van die liefderijkheid, hare voortreffelijke ziel. Ja, en dit was een strelend gevoel voor het hart van hare Lijnslager. Zij betrad zo volkomen het spoor van zijn moeder in het verstandig weldoen aan ware behoeftigen, dat hij dikwerf de stille gang van hare weldadigheid bespiedende met een zo levendige verrukking, zich dat voortreffelijk beeld van christelijke weldadigheid herinnerde, dat tranen van dankbare herdenking zijn ogen besproeiden. Hij bracht zich bij zodanig een gelegenheid levendig te binnen, hoe hij eens, nog een klein kind zijnde, door zijn moeder in de buurt gezonden was, naar een arm huisgezin, dat zij had leren kennen, en waarin de huisvrouw en kinderen gebrek leden, omdat de vader, een kruier van zijn ambacht, zich dagelijks in het gebruik van sterke drank verlopende, bij de meeste kantoren gedaan had gekregen om enig geld aan die vrouw in het nijpende van de nood ter hand te stellen en hoe groot hij erop geworden was, schoon hij toen
nog niet het volkomen goede van de daad zijner moeder kon begrijpen, toen zij tegen hem zeide: Maurits, Maurits, breng dit geld aan Antje Buur. Ik weet dat het mens in grote nood is, en vader wil niet dat ik haar helpen zal, omdat haar man het zo slecht gemaakt heeft. Maar dat kan zij, dat kunnen hare 5 kinderen niet helpen. Nu weten ik en gij dat alleen op de wereld, en als het dus uitkwam, zoudt gij voorlang uit mijn gunst zijn. Het is reeds schemeravond, gij moet zo als de vrouw u de deur opendoet, haar dit zakje in de hand duwen, en dan zo spoedig gij lopen kunt, weer naar huis komen. Zulke en soortgelijke de aangenaamste herinneringen die in het kinderlijke hart van verstorven ouders kunnen achterblijven, werden dikwijls in de geest van Lijnslager opgewekt, als hij toevallig zijne Maria op eene geheime weldaad betrapte. Het alleszins bekoorlijk karakter van Maria, het spoor zelve der treurigheid, dat sedert de dood van hare dierbare kinderen op haar anders nog zo schoon gelaat, want de ziekte had hetzelfde niet misvormd, was achtergebleven. Een zo levendig bewijs van de hartelijkste moederliefde deed haar in de ogen van Maurits eene duurzame beminnelijkheid behouden en veredelde zijne liefde, nu de hevige opruisingen der jeugd getemperd waren, tot de edelste soort van vriendschap en tedere genegenheid voor welke het menselijk hart vatbaar is. Maurits was op zekere dag volgens zijn gewoonte naar de beurs gegaan, en Maria zat bij hare dochter bezig met het toenmalig nog bij onze natie gewoon vrouwelijk handwerk, het spinnen van vlas voor het gezin, als de meid het bericht bracht dat er eene vreemde vrouw, welke zij bijna niet verstaan kon, aan de deur stond en volstrektelijk, zoveel zij er dan uit kon komen, meneer wilde spreken. Zij had een schilderstuk bij zich en scheen dat te willen verkopen. Zeg haar, zeide Maria, dat zij over een paar uren terugkomt. Maar zij geeft te kennen dat zij zeer arm is en verschrikkelijke honger heeft, antwoordde de dienstmaagd. Nu rees Maria ogenblik op en de onbekende herhaalde in gebrekkig Hollands en Vlaams de vraag of signore Mauritio Lijnslager te huis was, dat zij deze wenste te spreken over eene schilderij dat zij bij zich had. Mijn man, zeide Maria, koopt zeldzaam schilderijen, dus denk ik dat dit vergeefs zal zijn, maar gij kunt over een paar uren toch terugkomen, dan is hij zeker te huis. Maar mijn meid verhaalde mij dat gij haar gezegd had zeer arm te zijn en grote honger te hebben. De onbekende, ja, signora, te Brussel heb ik mijn harp in de Lombard verpand, en dat geld was op toen ik te Haarlem kwam. Maria zag hem met veel aandacht aan en ontdekte door hare sobere kleding heen iets dat haar onderscheidde van de zodanige welke van het bedelen eene kostwinning maken. Ogenblikkelijk stak dus Maria als werktuiglijk de hand in de zak en wilde haar enig geld geven. God, signora, eene aalmoes. Nee, signora, de deur zelf openende en op de stoep terugtredende, tegelijk eene edele buiging makende. Had gij mij eene snee brood aangeboden, die zou ik hebben aangenomen, maar geen aalmoes, al achteruitgaande. Over 2 uren is signore Mauritio te huis. Zolang zal ik het nog wel kunnen uithouden. Adieu, signora. Maria stond zeer verbaasd over deze vreemde houding, en Maurits, te huis gekomen zijnde, verhaalde zij alles zeer nauwkeurig. Lijnslager, die voor een weldadig man bekendstaande, dikwerf en op onderscheiden wijzen door onwaardige bedelaars werd lastiggevallen, bekreunde zich des weinig, het alleen eene bedelpartij op eene nieuwe voie noemende, erbij voegende: het is nu wel meer gebeurd dat gij door uwe goedhartigheid, altijd het beste van uwe medemens denkende, edele houdingen en verheven gevoelens ontdekt had in personen die toch nader beschouwd niet beter waren dan landlopers. Het bleef bij dit gesprek onder de maaltijd, doch nauwelijks was deze afgelopen of de vreemde koopvrouw in schilderijen, want zo noemde ze Maria, kwam de stoep op en klopte aan. De meid, haar de deur geopend hebbende, liet haar in het ruime voorhuis staan en diende haar aan. Maurits verzocht Maria om getuige te zijn van zijn onderhandeling, bij welke hij niet twijfelde
of zij zou zich zelve weder bedrogen vinden. Signore, zeide de onbekende in het Vlaams, en zij ontroerde zodanig dat zij zich aan eene daar staande bank enige ogenblikken vasthield. Signore Mauritio, herhaalde zij, kent gij mij niet meer? Lijnslager, enigszins verstoord, ik u kennen? Ik weet niet dat ik u ooit gezien heb. De onbekende, Signore Mauritio, o God, kent gij mij niet meer? Dan zult gij misschien u te binnenbrengen, de schilderij ontdekkende, voor wie uw vriend Van Dijk deze schilderij gemaakt heeft. Lijnslager, zijn eigen portret ziende, en nu op eenmaal door al de vervallene trekken heen zich de onbekende herinnerende, Antonia Manichetti, Antonia Manichetti. Antonia, niet meer Antonia Manichetti, maar de ongelukkige weduwe van Montesaggio. Maria, schoon zij zichzelf bedwong, kon niet nalaten een ongunstige blik op Antonia te werpen. Lijnslager, zich zoveel mogelijk hersteld hebbende, vroeg met de uiterste verwondering, wat toch jaagt u hier naartoe? Antonia, niets anders dan de dodelijkste armoed. Ik heb hedenmorgen de signora, uw huisvrouw, reeds verhaald dat ik mijn harp, het laatste dat mij van alle mijne bezittingen overgebleven was, in de Lombard te Brussel verpand heb. Ik stond dikwerf in de wil om dit, uw portret, dat men mij gezegd had, vrij veel geld waardig te zijn, omdat het door Van Dijk geschilderd is, te verkopen. Maar ik besloot eindelijk om er zelve mede naar Amsterdam te reizen en zo gij nog in leven zijn mocht, het u te koop aan te bieden. En nu laat ik het aan uw edelmoedigheid over wat u dit portret waardig is. Wilt gij het in overweging nemen? Goed, ik laat het u, maar geef mij dan tenminste zoveel op rekening dat ik er 2 dagen van leven kan. Maria, zich tot haar wendende, blijf hier niet staan, ga in dit vertrek en ik zal u terstond iets doen voorzetten dat u verkwikken en versterken zal. Dit sprekende opende Maria een zijvertrek en Antonia, daar intredende, vervolgde zij met een schalkachtige glimlach, zeg nu weer, Maurits, dat ik mij omtrent de edele houding bedrogen heb. Nu bood Lijnslager Antonia een stoel aan en zich bij haar nederzettende zeide hij, ik had wel gewenst, signora, dat gij mij vooraf onderricht had van uw komst, dan zou ik mijn huisvrouw hebben gewaarschuwd. Waarlijk, signora, wat kunt gij u van uw tegenwoordigheid meer dan van ene brief beloven? Antonia, diep ontroerd en terwijl de tranen langs hare wangen rollen. Jezus, Maria, hoe zwaar moet ik gezonderd hebben dat bij signora Mauritio zelf mijn tegenwoordigheid ondraaglijk is. Lijnslager, ik zeg dat niet, signora, maar uw onverwachte en onvoorbereide verschijning zou immers een zeer onaangename indruk op het hart van mijn Maria kunnen veroorzaken. Antonia, o signore, ene zo ellendige als ik, die zo diep vernederd ben, dat ik reeds sedert verscheiden jaren met zingen en harpspelen mijn kost heb moeten winnen, die 6 weken in het gasthuis te Brussel krank gelegen heb en wier stem door die ziekte zo aanmerkelijk was verzwakt geraakt, dat toen ik daaruit opkwam en mijn vorige kostwinning wilde hervatten, niet meer die bekoorlijkheid of kracht van stem bezat als voor mijn ziekte. Ik, die zo afgrijzelijk vermagerd ben, en hoe diep moet dan ene kokette niet in hare eigen ogen gezonken zijn, dat ik niet meer in een spiegel durf zien. Opstaande, juist op het ogenblik toen Maria, die oordelende dat er buiten haar geen getuigen bij dit toneel nodig waren, zelve met enige spijze voor haar kwam aandragen. Maar ik zal heen gaan, Mauritio. Ik ben hier niet gekomen om uw huwelijksgenoegen te verstoren. Ik kwam alleen om u het portret door Van Dijk geschilderd aan te bieden, liever dan aan een vreemde. Signora, ik ga heen en zal Matteo Vittorino opzoeken. Die zal misschien mij nog voor enige dagen huisvesting verlenen. Maar om u te overtuigen dat ik geen voornemen heb om ooit weder enige verstoring aan uw geluk toe te brengen. Ontvang. En hier haalde zij de kleine gouden ring met het opschrift
oprecht berouw der onvoorzigtigheid van haren vinger, ontvang het eenig overblijvend blijk dat er een oogenblik geweest is waarop mijne nu vervlogen bekoorlijkheden eenigen invloed op den geest van uw Mauritio gemaakt hebben. Maria, met veel bedaardheid. Ik kan niet begrijpen, mejuffrouw, dat mijn man u in die weinige ogenblikken zo hard zal bejegend hebben, dat gij gegronde reden hebben zoudt om zo in allerijl te gaan vertrekken. Maurits, wat mij betreft, het zou mij zeer onaangenaam zijn indien dit had plaats gehad. Wij hebben over het gebeurde dikwerf gesproken en gij behoeft niet te vrezen dat, na zoveel jaren dat ik blijken van uw huwelijksliefde ondervonden heb, de jaloezie mijn hart zou vermeesteren tegen Antonia. Ik bid u, ga zitten en gebruik een weinig spijs. Lijnslager, Signora Antonia is in deze drift opgestoven, omdat ik haar zeide, alleen gewenst te hebben, dat zij mij vooraf van hare komst verwittigd had. En ik bid haar, dat zij met aflegging van de drift die haar overmeesterd heeft, van de spijs die gij haar voorgezet hebt, gebruiken wil. Laat eene kan wijn tappen, die zal misschien, na het gebruik van enige spijze, haar nog meer verkwikken. Maria deed zo, en Antonia zette zich, bedaard door de minzame en blijkbaar welmenende taal van Maria, en genoopt door de prikkel van de honger neder, en gebruikte met eene grote snelheid een gedeelte van de haar voorgezette spijze. Maurits wilde haar nu niet storen en gaf haar eerst, toen hij haar een glas wijn had doen gebruiken, te kennen dat zij vergeefs naar Matteo Vittorino zoeken zou, want dat die reeds 10 jaar geleden overleden en zijn dochter overlang naar Frankrijk vertrokken was. Ook had Lijnslager enige woorden met zijn huisvrouw in stilte gewisseld en liet ogenblikkelijk op dit bericht volgen. Maar het zal niet nodig zijn dat gij voor eerst enig ander verblijf opzoekt dan waar gij u tegenwoordig bevindt. Mijne huisvrouw is te diep getroffen over uw ellendige toestand dan dat zij u langer wil blootgesteld zien aan de gevaren die uit uw deerniswaardige staat voortvloeien. Antonia, hoe, signora, gij zoudt mij, verworpen, verlaten schepsel, onder uw dak nemen. O goddelijke goedheid, o signore Mauritio, welk een engel had gij in Holland gelaten. O, ik zou u bijna haten kunnen, dat gij om mij, armzalige Italiaanse kokette, een ogenblik die Hollandse engel vergeten hebt, al zijn er nu reeds ook bijna 20 jaren tussen die tijd verlopen. Maria, o, die zaken, mejuffrouw, zijn te lang geleden om daar weder van te spreken. Ziet gij niet hoe gij door die woorden mijne Maurits bedroeft? En hoe kunt gij hem bedroeven als gij hem eens hebt lief gehad? Neem hier, Antonia, uw intrek als vriendin, maar laten wij eene voorwaarde maken. Laten wij nooit weder een enkel woord over de bewuste vlaag van verliefdheid reppen. De herinnering is smartelijk voor mijn man en mij niet aangenaam. U is zij geheel nutteloos. Daarenboven zou het schadelijk kunnen zijn indien er mijn dochter, die reeds een aankomend meisje is, iets van vernam. Op deze voorwaarde kunt gij in dit huis, als de dochter van een oud vriend van mijn man, toen hij in Italië reisde, uw intrek nemen, totdat gij elders beter naar uw genoegen terechtkomt, behalve dat ik ook de ring van u overneem en u rijkelijk deszelfs waarde vergoeden zal. Ik zal die geheel laten versmelten, opdat het laatste spoor vernietigd worden van een onvoorzichtigheid, welke mij bijna de braafste man als echtgenoot verliezen deed. Antonia was enige ogenblikken verpletterd van aandoening over deze edelaardige en verstandige grootmoedigheid. En schoon zij eerst geen woorden vinden kon, barstte zij eindelijk tranen stortende uit. Grootmoedige vrouw, ik voel hoezeer ik de goedheid van uw uitgebreid hart onwaardig ben. Maar ik beloof u, bij God en alle zijne heiligen, nooit zal er over mijn lippen ene syllabe gaan, die zelfs bij de afgelegenste gevolgtrekking door u zou kunnen geoordeeld worden te zinspelen op het gebeurde. Maar hoe is het mogelijk dat ik in deze omstandigheden, in een vreemd land,
zonder toevlucht, zonder bescherming, geen gebruik van uw aanbod maken zou. Schoon Lijnslager de edelmoedige inborst van zijne Maria kende, was hij echter enigszins verwonderd. En met Maria alleen zijnde, betuigde hij haar dit bij de eerste voegzame gelegenheid, maar ontving daarop ten antwoord: Het spijt mij enigszins dat gij er u over kunt verwonderen, vooral dat gij mij in staat zoudt geloven dat ik uwe, sinds zoveel jaren beproefde, huwelijksliefde in gevaar zou kunnen achten, omdat gij, in eene vlaag van jeugdige verbijstering, eer er nog enige plechtige band tussen ons bestond, in een vreemd land, een geruime tijd van mij afgescheiden, u liet begoochelen door de schoonheid en bekoorlijkheden van een bevallig meisje. O, ik hoop, Maurits, dat mijn zwakheden en struikelingen, schoon van eene andere soort, niet zo hoog zullen genomen of mij zo gestreng zullen aangerekend worden. Maria, nadat zij Antonia Manichetti bij zich alleen geroepen en eene andere kleding had doen aantrekken, leidde haar nu, zoals zij voornemens geweest was, bij hare kinderen in, als de ongelukkige dochter van een Italiaanse vriend van haren vader. Met verwondering beschouwde zij het drietal kinderen van Lijnslager en aan hare scherpziende ogen ontglipten geenszins de voortreffelijke bevalligheden van zijn dochter Margaretha, welke schoonheid juist in de staat was eene roos, die op het punt om zich geheel te ontwikkelen en hare bladeren breder uit te spreiden, bijna wensen doet dat die ontwikkeling nog wat vertoeven mag, omdat de bekoorlijkheden van de nabijzijnde hoop die van het volkomenste genot overtreffen. Zeker, zeide zij tegen Lijnslager, zeker, signore, behandelt uwe dochter een of ander muziekinstrument. Lijnslager, ik heb haar zelf enige lessen op de gitaar gegeven. Antonia, het zou ook jammer zijn als zij, aanleg hebbende tot die edele kunst, die ik een der schoonste sieraden enig vrouw acht, dezelfde niet beoefende. Maria, maar mejuffrouw, zij is zeer beschroomd, en ik zou haar nauwelijks kunnen bewegen om voor iemand dan voor mijn man en mij te spelen. Antonia, ook niet als ik het waagde om haar voor te gaan. Lieve signora, tegen Margaretha, geef mij eens uw gitaar. Ik heb erin lang niet op gespeeld, maar ik zal het toch niet geheel vergeten zijn, zo ik hoop. Misschien lok ik u dan uit om ook eens te laten horen wat gij kunt. Mijn stem is nog wel niet geheel in orde sedert mijn laatste ziekte, maar ik zal van een gemakkelijk stukje de proef nemen. Margaretha aarzelde wel om haar de gitaar te geven, omdat zij met reden vreesde dat dit haar misschien onder de verplichting brengen zou om ook eene proeve van hare bekwaamheden te geven. Evenwel, op verzoek van hare vader en de vriendelijke oogwenk hare moeder, die zeer begeerig was om de bekwaamheden van Antonia, die Lijnslager haar meermalen geroemd had, te horen, terwijl zij zelve, een zeer goede zangster zijnde, hare Margaretha in het zingen onderwees, haalde zij de gitaar voor de dag. Met eene bevallige zwier nam Antonia de gitaar in handen en onder het stemmen bleek reeds aan Maria dat zij eene meesteres in de kunst was. Hoe werd haar hart en dat van hare dochter getroffen toen zij hare vingers over de snaren zweven liet en zulke bekoorlijke klanken uit dat instrument lokte, als zij niet vermoeden dat in hetzelfde verborgen waren, maar hoe steeg bovenal hare verrukking toen Antonia na het einde van het preludium hare stem in het vloeibaar Italiaans aan het geluid der snaren paarde. Maria vergat bijna op aarde te zijn en gevoelde nu duidelijk dat haar Maurits, toen hij Antonia in het bloeiendste hare bekoorlijkheden aantrof, bijna meer dan mens zou hebben moeten zijn, althans een jongeling zonder een gevoelig hart, zo hij niet voor enige ogenblikken in verrukking was weggesleept geworden. Ja, zij verwonderde zich over de kracht van zijn geest en over de sterkte der liefde welke hij haar toen toedroeg, als in staat geweest waren om hem aan zulke ketenen te ontrukken. Toen zij geëindigd had, zeide Antonia: Er is nog een rauwheid in mijn stem. Ik neem het de keurige kenners niet kwalijk dat zij, die na mijn ziekte niet herkend hebben. Wat zegt gij, signore, is zij niet veel afgenomen? Maurits, ik kan mij zojuist niet herinneren
op eenen afstand van zoovele jaren. Antonia, nu is het de beurt aan uwe dochter. Margaretha, hoe zou ik durven wagen? Verwacht dat niet, al mijn moed is neergeslagen. Antonia, met ongemene vriendelijkheid. Ik had het gedaan om u aan te moedigen. Kom hier, hoe is uw naam? Margaretha, mijn naam is Margaretha. Antonia, kom hier, signora Margaretha. Hebt gij niet een Italiaanse of Franse duet? Dan zullen wij te samen zingen, maar gij moet spelen. Zo door de vriendelijkheid van Antonia, als door de aansporingen hare ouderen aangemoedigd, waagde het Margaretha eindelijk om de gitaar in handen te nemen. En daar haar Antonia krachtig op de zwaarste plaatsen in het zingen ondersteunde, had zij geen berouw van op het geleide der Florentijnse in derzelfde tegenwoordigheid te hebben gezongen. Antonia zeide, toen het duet uit was, waarlijk, signore Mauritio, uwe dochter heeft een zeer fraaie stem en zij verstaat de gronden der muziek. Niets ontbreekt haar bij het laatste dan losheid van behandeling, door oefening best te verkrijgen en zekere buigzaamheid van stem, die alleen de gewoonte of een goed voorbeeld geven. Margaretha, gij moet ook die te grote schroom afleggen, want minkundigen zijn met eene kleinigheid tevreden en alle die de zangkunst verstaan, weten wat het in heeft om recht goed te zingen. Zij hebben door hetzelfde kreupelbos moeten wandelen. Alleen leert toch de taal waarin gij zingt goed uitspreken, want anders zijt gij, al zingt gij uitmuntend, blootgesteld aan de aanmerkingen en stille bespottingen van vitsieke wijsneusjes, die anders niet verdienen in uw schaduw te staan. Maria hoorde met een strelende gewaarwording de edele vrijmoedigheid der aanmerking van Antonia, waarvan zij de gegrondheid besefte. Ik verheug mij, zeide zij, Grietje, dat gij zulk een goede gelegenheid getroffen hebt om van deze vriendin, zolang zij bij ons vertoeft, onderricht in de zang- en speelkunst te ontvangen. En het zal mij zeer aangenaam wezen, indien gij daarvan een nuttig gebruik maakt, indien zij genegen is om van tijd tot tijd zich daartoe te verledigen. Antonia, niets, niets zal mij aangenamer zijn, en daardoor zal ik dan, hoe gering het op zichzelf ook zij, ten minste enig bewijs kunnen geven van mijn dankbaarheid. Lijnslager was ondertussen zeer nieuwsgierig naar de lotgevallen aan Antonia bejegend, daar hij meende dat zij een zeer aanzienlijk huwelijk gedaan had. Hij nam dus de gelegenheid waar, toen de twee jongste kinderen 's avonds naar bed gegaan waren, en zeide tegen Antonia, ik bid u, signora, zo het u niet te veel pijnlijke herinneringen veroorzaakt, hoe is het mogelijk dat gij in een zo bekrompen staat gekomen zijt? Antonia, gaarne, zeer gaarne, signore, zal ik niet tegenstaande dat gevoel u een kort verslag geven van mijn lotgevallen. Maurits, maar misschien zult gij dit liever doen als ook mijn dochter Margaretha vertrokken is. Antonia, nee, nee, signora, laat zij vrij blijven, want zij mag alles horen, en het zal haar, zo het beginsel van het gebrek dat alleen mijn ellende veroorzaakt heeft, in haar hart mocht schuilen, tot een leerzame spiegel verstrekken om zich daartegen te wapenen. Blijf, lieve Margaretha, en leer van mij hoe één gebrek dat men somtijds voor eene kleinigheid acht, het onherstelbaar ongeluk van eene vrouw naar zich sleept. Gij weet, signore, dat mijn vader, wiens enig kind ik was, mij als eene soort van afgod eerde. Alles wat Antonia deed, was wel gedaan, en waarlijk, zo ik mij niet grof omtrent mijzelve bedriegen, ik had maar één hoofdgebrek, maar dit werd door de onbepaalde liefde van mijn vader zeer in mij aangekweekt. Men had mij te vroegtijdig gevleid en te kennen gegeven dat ik er zeer wel uitzag. Ik verzekerde mij van die waarheid dagelijks meermalen door mijn spiegel, en niet tevreden met het schone dat mij de natuur geschonken had, poogde ik hetzelfde door allerhande kunstgrepen te vermeerderen. In weinige woorden, ik werd eene kokette. Ik maakte, reeds eer gij mij leerde kennen, er mijne enige hoofdzaak van, om te behagen en om door dat behagen vermeesteringen op de harten der mannen te maken.
mijn jeugd, mijn leest en gestalte, want nu beide zooveel geleden hebben, mag ik er zonder schijn van ijdele hoogmoed vrij over spreken. Mijne manier van kleden en van spreken, mijne bekwaamheden in het spelen en zingen, deden mijne ijdelzinnigheid gemakkelijk onderscheidende zegepralen behalen. Nu en dan ondervond mijn hoogmoed geweldige teleurstellingen, maar nieuwe zegepralen stelden mij binnenkort daarvoor schadeloos. Mijn vader, meer en meer overtuigd wordende, onaangezien zijn grote liefde voor mij, dat koketterij mijn hoofdzwak was, oordeelde zeer verstandig dat het tijd werd dat ik, in plaats van gedurig te verwisselen van minnaars en dezelfde te verliezen, na een korte tijd mij ten hunne koste vermaakt te hebben of na hen moedwillig te hebben bedankt, daar zich signore Montesaggio aanbood, mij tot hem zou bepalen. Dewijl hij hoopte dat waarschijnlijk gelijk meermalen het huwelijk het graf zou zijn der koketterie. Het aanzien en de rijkdom van signore Montesaggio meer dan eene wezenlijke genegenheid voor zijn persoon bewogen mij om hem mijn hand te geven. Ondertussen had mijn vader zich geweldig in zijn oogmerk omtrent mij bedrogen. Want in plaats dat ik aan mijn dwaasheid vaarwel zeide, waren juist het aanzien en de rijkdom van mijn man nieuwe bronnen van koketterie. Het was voor mijn hoogmoed te weinig dat ik aangebeden werd door mijn echtgenoot, die mij niet alleen voor mijn huwelijk, maar de eerste maanden na hetzelfde, meer als zijn afgod dan als zijn vrouw behandelde. Ik had een stoet van dienstboden, die veel naar een hofhouding zweemde. Onbeschrijfelijk groot was mijn pracht van kleding, en niemands hotel in Florence overtrof dat van signore Montesaggio in smaak en rijkdom van huisraad. Dagelijks waren er partijen, en ik zat als eene bewierookte godin in het midden van vele aanbidders. Intussen stierf mijn goede vader, en schoon hij mij op zijn doodbedde met al de ernst van een stervende vader, nog gloeiende van liefde voor zijn kind, tegen de koketterie waarschuwde, en ik dankbaar van hem die waarschuwing aannam. Kort na zijn dood vergat ik zijn lessen en gaf mij aan dezelfde opnieuw over. Bijkans alle maanden had ik een nieuwe minnaar, en gij weet, signore, dat de Italiaanse mannen op het punt der Cicebeo's niet teder zijn. Maar mijn man, Montesaggio, was van een te jaloerse aard om die gedurige afwisselingen van minnaars met grote koelheid te kunnen aanzien. Hij onderhield mij er meermalen over, doch ik stelde hem gedurig gerust, en dit kon ik ook met recht doen, dat alles bij mij van weinig betekenis was, want ik was in waarheid in mijn hart zeer koel omtrent de personen die zich als mijn aanbidders gedroegen. Ik kon mijzelf niet beter vergelijken dan bij eene spin die in het midden van haar web gezeten, na verzadigd te zijn, toch vermaak schept om de vliegen die in haar net vallen te omwoelen en zonder medelijden dezelfde daar half levendig, half dood te laten hangen. In het kort, ik beminde alle die mij aanbaden, zoveel en zo weinig als mijn man, en achtte mijzelve allen te schrander, ja mijn hart onkwetsbaar voor de liefde, of misschien is het nader aan de waarheid als ik zeg dat ik er mij in de zwijmel mijner koketterie weinig over bekommerde. Ik was in de staat van een veroveraar van landen en volkeren, die, omdat hem alles gelukt en alles voor hem zwicht en buigt, in de duizeling zijner zegepralen waant, dat hem geen kogel treffen kan en dat hij de slagen van het noodlot ontgroeid is, maar die op de stelte van zijn vermetelheid opgeklommen het hoofd te hoog heft, om aan zijn voeten de onvermijdelijke afgrond te zien, die zich voor dezelfde opent en waarin hij plotseling nederstort. Althans, dit was mijn geval. De jonge graaf Menno, die nog grotere middelen bezat dan mijn echtgenoot en van zeer hoge rang was, telde ik onder mijn aanbidders. Deze daarenboven van ongemene schoonheid zijnde, o signore, een Apollo Belvedere, in schoonheid van leest en gestalte en bekoorlijk van manieren, nam mijn gehele geest in. Hij deed mij, daar ik blakende op hem verliefd was, alle omzichtigheid verliezen
en mij vleiende met de treffendste uitzichten, gaf ik mij geheel aan zijne liefde over. Signore Montesaggio, mijn echtgenoot, die ook geheel geen vreemdeling was in de wereld, bemerkte welras de verandering in mijn gedrag. Een onvoorzichtig geschreven briefje tot een rendezvous in een gloeiend verliefde stijl gesteld, viel hem in handen. Terwijl ik aan mijn toilet bezig was en met mijn kamenier sprak over de bekoorlijkheden van de graaf Mello en op mijzelve en haar verstoord was dat zeker stuk van mijn kleding niet beter wilde vallen, stoof mijn man met dat biljet in de hand binnen en zonder de kamenier te verwijderen hield hij mij hetzelfde voor de ogen, zeggende in een uitbarsting van drift: wijf, ongetrouw wijf, dat is meer dan koketterie. In welke smadelijke bewoordingen drukt gij u over mij uit? In plaats van over de man te voet te vallen en zoals mijn plicht geweest was op mijn knieën hem verschoning af te smeken, lachte ik, door mijn hoogmoed vervoerd, hem schamper uit. Nu steeg zijn drift hoger en hoger en ook mijn terging. Hij werd woedende en bedreigde mij met echtscheiding. Juichende van vreugde was ik toen over die bedreiging en er verliepen slechts weinige minuten nadat mijn man razende van woede vertrokken was of ik schreef een biljet aan de graaf Mello hoe ik, van mijn dwingeland ontslagen, mij geheel in zijn armen wierp en nu zijne bescherming inriep. Ik zag de graaf op het bestemde rendezvous. Wij beraamden een ontwerp voor onze volgende levenswijs. Ik gaf mijn gehele zaak tegen mijn man, een advocaat in handen, en vertrok naar een der landgoederen van mijn graaf. Deze vleide mij dat ik zijn gemalin worden zou, zo ras maar het huwelijk tussen mij en Montesaggio ontbonden was. Ik, opgewonden door mijn waan, vergat dat ik, de dochter van een zangmeester, nooit de vrouw zou worden van een graaf. Het proces tussen mijn man en mij werd gerekt en het duurde niet lang of mijn advocaat, die een man zonder beginsel was, zoals de meesten van die klasse, althans de Florence zijn, had mijn geheel vaderlijk erfgoed ingeslokt. Maar ik achtte die zwarigheid klein. De graaf bleef mij beminnen, aanbidden en met de uitzichten op een huwelijk vleien. Ja, schoon mijn bezittingen verteerd waren, hij liet voor zijn rekening het proces tegen mijn man door alle de schelmse streken der rechtsgeleerdheid voortzetten. Alleen, zoals mij van achteren bleek met het oogmerk om mij in de waan te houden, dat zijn aanzoek om mijn hand hem wel recht ernst was. Dwaze die ik was, ik die zoveel anderen bedrogen had, liet mij nu op mijn beurt misleiden. Ik had ook geen gevoel van mijn afhankelijkheid, daar de graaf zorg droeg om mij altijd zo rijk van geld te voorzien en van alles waarom ik in mijn ijdelzinnigheid denken kon dat ik voor allen die mij kenden en omringden in een benijdenswaardige overvloed mijn dagen doorbracht. Op een landgoed van de graaf Mello leefde ik volkomen als een gravin en kreunde er mij in mijn omgang met hem langs hoe minder aan of wij dadelijk gehuwd waren dan niet. Alles wat een blinkende hofhouding vereisen kan, werd op mijn kasteel gevonden. En de graaf had afhangelingen genoeg, die schoon zij mij haten en verachten, zich gedroegen, alsof zij mij, als de bezitster van alle de mij omringende goederen, als gravin, de diepste hoogachting en genegenheid toedroegen. Onder de vermaken die op het kasteel van de graaf plaats hadden, behoorde bijzonder een klein toneel, dat hij daar alleen om aan een inval die ik had te voldoen had laten oprichten. Hij ontzag geen kosten, liet van de bekwaamste zangers en zangeressen komen en somtijds, daar ik aanhoudend mij in de zangkunst bleef oefenen, vervulde ik een rol op hetzelfde. Het spreekt vanzelfs dat er dan geen handen in onze kleine komediezaal waren die niet klapten en de verrukkingen van de graaf gingen alle denkbeelden te boven. Ondertussen bleef mij de geest der coquetterie nog bezielen en ik kon niet nalaten van tijd tot tijd kleine veroveringen te maken op die personen welke op het kasteel zich onthielden. Evenwel, ik leidde dit met vrij wat voorzichtigheid aan, omdat ik in enkele ogenblikken van nadenken wel begreep dat het geenszins mijn zaak was
om den graaf reden tot misnoegen te geven. Schoon ook de liefde tussen den graaf en mij bleef voortduren, terwijl hetzelfde beletsel de ontbinding van mijn huwelijk bleef verhinderen, werd zij echter van een minder hevige aard. Ja, ik verbeeldde mij dat er van de zijde van den graaf enige verkoeling plaats had, ook was zijne afwezendheid nu naar dit dan naar dat landgoed menigvuldiger dan tevoren, en hij deed minder pogingen om mij te bewegen dat ik hem op die kleine reisjes zou vergezellen. Ik geliet mij echter of ik die verkoeling niet bespeurde, schoon dezelve meer mijn trotsheid dan wel mijn liefde kwetste. Ik begon intussen vermoeden op te vatten dat de graaf in een andere liefdehandel gewikkeld was, en daar ik geen middelen ontzag om de waarheid van die zaak te vernemen, vond ik maar al te spoedig dat ik recht gegist had. Ik was bij het eerste ogenblik der ontdekking razende. Ik besloot om mij op een gevoelige wijze van de graaf te wreken en had daartoe het middel zeer gereed bij de hand. De zanger, die op het klein toneel de baspartij vervulde, was een man van een zeer fraaie gedaante, maar van een enigszins stroeve aard. Ik wilde dus eens mijn kracht beproeven of ik die trotse Oedipus, gelijk ik hem meermalen al lachende bij de graaf genoemd had, zou kunnen doen zwichten, terwijl ik mij beloofde dat ik door het aanprikkelen der jaloezie van de graaf en door bij tijds hem weder met de gehele vloed mijn genegenheden te overstromen, onlosmakelijk aan mij opnieuw verbinden zou. Ik stelde weder alle mijn streken van coquetterie in het werk, bij alle gelegenheden die koele Oedipus uitnodigende om mij in de gronden der muziek vaster en vaster te maken. Het duurde niet lang of ik slaagde in mijn oogmerk, zelfs boven verwachting. De stuurse jongeling, door mijn toen nog bloeiende bekoorlijkheden overmeesterd, werd een zeer vurig minnaar, en wel zo hevig dat het maar weinig tijds duurde, of zijn stoutmoedigheid ging zo verre dat hij op zeker concert zich enige gemeenzaamheid jegens mij in de tegenwoordigheid van de graaf veroorloofde, die ook deszelfs aandacht geenszins ontsnapte. En toen was het ogenblik daar dat er een grote schok aan mijn fortuin zou worden toegebracht. Reeds was de graaf door zeer gedienstige verspieders aangediend, hoe Pietro, zo was de naam van die zanger, bij mij buitengemeen gezien was. En de graaf, die een nieuwe verbintenis met een andere aangegaan had, gelijk mij reeds gebleken was, niets liever wensende dan een voorwendsel te vinden om van mij ontslagen te worden, greep dat gemeenzaam gedrag van Pietro jegens mij als zodanig aan. Ogenblikkelijk riep hij mij en Pietro in zijn kabinet, en in hevige woede losbarstende, zoals ik hem nooit gezien had, zeide hij met weinige woorden ons aan, dat wij de volgende dag met het opgaan der zon het kasteel moesten ruimen, zonder ooit weder onder zijn ogen te komen. Hij vergunde mij mijn klederen mede te nemen, en het weinige geld dat ik bij mij had, dat slechts enige dukaten beliep. Ik wierp mij voor hem op mijn knieën neder, hem om vergiffenis smekende. Maar met de woorden: reeds sedert maanden heb ik u meer uit medelijden dan liefde met mij gehouden. Val mij nu niet meer lastig met uw gejammer, daar gij zelfs het eerste niet meer verdient, verliet hij het vertrek. Wat schoot mij nu over dan met Pietro enige gemeene zaak te maken, en daar alle mijn bezittingen verdwenen waren, daar ik de achting van mijn bekenden verloren had, besloot ik om te leven van die kunst welke ik alleen uit vermaak geleerd had. Nooit echter verbond ik mij door het huwelijk aan Pietro, schoon wij verscheiden jaren door Frankrijk en Duitsland rondzwierven. Nu eens, al nadat wij bij de groten in smaak vielen, of niet, in tamelijke ruimte en overvloed levende, maar meestal in kommer en somtijds in dadelijk gebrek. De eerste jaren van mijn zwervend leven waren de beste, en het streelde mij somtijds niet weinig dat ik de schone Italiaanse zangeres genoemd werd. Zelfs in mijn vernederde toestand verliet mij de coquetterie niet geheel. In het vorig jaar, in de stad Brussel, omzwervende, verloor ik door de dood Pietro, die ik altijd tot zijn lof zal nageven, dat hij mij met een ongemene trouw in vele wederwaardigheden heeft bijgestaan, en al had hij slechts een half brood dat liefderijk met mij deelde. Door zijn dood nu van alle bescherming beroofd,
bleef ik te Brussel om de zangkunst en de muziek onderwijzen, daar reeds, gelijk gij weet, door eene hevige ziekte tot het uiterste gebracht en ook de bron van mijn bestaan opgedroogd zijnde, nam ik herwaarts mijn toevlucht. Zie daar, signore, de korte geschiedenis van Antonia Manichetti. Ik heb u mijn voornaamste lotgevallen verteld en geenszins voor u verborgen dat ik zelf grootdeels de oorzaak ben van de ongelukken die mij zijn overkomen. En ik geloof dat ik een zeer gelukkig en vreedzaam leven zou hebben geleid, ware ik geen kokette geweest. Lijnslager en Maria bedankte Antonia voor het breedvoerig, maar belangrijk bericht van hare lotgevallen. De laatste betuigde dat indien zij enige mate derzelver beloop had kunnen vooruitzien, zij hare dochter Margaretha verzocht zou hebben om het vertrek te verlaten, daar zij het niet nodig vond dat zich iemand als Antonia buiten volstrekte noodzakelijkheid voor een meisje van Grietjes jaren vernederde. Antonia antwoordde hierop dat zij reeds zoveel zware vernederingen ondergaan had dat zij deze van geen het minste gewicht rekende. Integendeel, dat zij, gelijk zij vooraf reeds had te kennen gegeven, geloofde dat er uit hare geschiedenis misschien nog wel enig nut te trekken zou zijn voor een jong meisje en haar misschien zou kunnen bewegen om het eerste kiempje van coquetterie in haar hart ontspruitende uit te roeien. Maria de volgende dag met hare dochter alleen zijnde en door haar naar vele bijzonderheden gevraagd, onderrichtte haar op die moederlijke en vertrouwelijke toon over die zaken welke zij oordeelde dat betamelijk waren haar in dat tijdperk van haar leven te openbaren, haar nog nader de gevaren der coquetterie, de oorzaak van Antonia's diepe val, beschrijvende en haar de beklagelijke dwaasheid van een aangematigde trotsheid diep in het hart drukkende. Lijnslager oordeelde het, hoe edelmoedig ook de denkwijze zijner Maria ten aanzien van Antonia was en hoezeer zij door tegenspoed en rampen geleerd en in die jaren gekomen was, dat althans voor hem haar verblijf ten zijne huizen niet gevaarlijk zou worden. Echter best, dat zij niet langer dan volstrekt noodzakelijk aldaar vertoefde. Hij schreef daarom aan Van Teylingen of hij haar misschien te Rotterdam als onderwijster in de muziek en de Italiaanse taal niet aan de gang zou kunnen helpen. Gelukkig deed zich daar zodanig enige gelegenheid op en Lijnslager gaf haar voor het uitmuntend portret door zijn vriend Van Dijk geschilderd ene som die zij betuigde dat meer dan de helft die overtrof welke zij zich voorgesteld had daarvoor te zullen ontvangen. Rijkelijk ook vergoedde haar Maria de afstand van haar ring en na enige dagen aan het huis van Lijnslager vertoefd te hebben aanvaarde zij vol erkentenis voor de genoten weldaden en vol bewondering over de edelmoedige en deugdzame Maria de gelegenheid welke haar Van Teylingen te Rotterdam had opgedaan. Slechts 2 of 3 jaren leefde zij nog, had een genoegzaam aantal leerlingen om op een eenvoudige wijze te kunnen leven, maar de verdrietelijkheden en teleurstellingen die zij meest alle zelf had doen geboren worden knaagden aanhoudend aan haar hart. Een langzaam koortje ondermijnde hare krachten en rukte haar in het graf toen zij eerst die trap van jaren bereikt had waarin de zedige Maria, ondanks de hevige schokken welke zij had moeten ondervinden, nog met de heldere en frisse blos van gezondheid op het gelaat en met het heilig vuur der nooit bevlekte onschuld in de ogen het levendig beeld van een bekoorlijk schoon huismoeder voorstelde, zodat zij dikwerf voor de oudste zuster van Margaretha in plaats van hare moeder gehouden werd. Lijnslager kon niet afzien van meermalen deze standhoudende schoonheid zijner Maria te bewonderen en hield zich overtuigd dat dezelve, behalve haar oorspronkelijke aanleg, goeddeels toe te schrijven was aan haar gematigd en geregeld leven en die stille tevredenheid des gemoeds en ware vrolijkheid des harten, welke alleen voortsproot uit een oprechte deugdzame wandel, een zoveel mogelijk rein geweten en een gelaten vertrouwen op het weldadig en waakzaam toevoorzicht der voorzienigheid. Einde van het 12e hoofdstuk.
Hoofdstuk 13 van het leven van Maurits Lijnslager, deel 3, door Adriaan Loosjes Pieterszoon. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. 13e hoofdstuk. Schoon Maurits Lijnslager door de banden der huwelijksliefde en der liefde tot zijne kinderen zeer aan zijn huis en vaderland gebonden was, behoorde hij geenszins tot die vreesachtige of watsige lieden die mogelijke gevaren in waarschijnlijke herscheppende of liever schade leidende dan door een kloeke en stoute stap zich te redden als de noodzakelijkheid en plicht hen van huis, ja buiten het vaderland roepen, aarzelen om aan de stem van plicht gehoor te geven. Een zeer rijk geladen schip uit de Middellandse Zee komende, voor zijn kantoor varende en waarbij hij zeer groot belang had, was dicht bij de straat door een Engels kaper genomen, onder voorwendsel dat het een Spaans vaartuig was. Daar de kapitein, die een Algerijnse rover, schoon door een naderend oorlogsschip verjaagd, aan boord gehad had, welke alles toch in zijn kajuit doorsnuffelde, en wat hij daarvan waarde oordeelde, en onder andere zijn papieren had meegenomen, buiten staat was het tegendeel te bewijzen. Alle slechte praktijken van Engelse rechtsgeleerden werden in het werk gesteld, om voor de admiraliteit te Londen, niet tegenstaande zeer blijkbare bewijzen door Lijnslager aan zijn correspondenten werden overgezonden, de prijs aan de kaper als een wettig eigendom toe te wijzen. Maurits ontving eindelijk bericht dat er geen redding aan de bodem en de lading zijn zou, of het moest zijn dat zijn persoonlijke tegenwoordigheid nog iets uitwerkte. Hij, door burgemeesteren van Amsterdam van de gunstigste voorschrijvingen en getuigschriften voorzien, zou misschien nog iets kunnen uitwerken, het welk alle tot dus lang gedane vertogen van zijn rechtsgeleerden en gemachtigden niet hadden kunnen daarstellen. Zodra hij deze brief ontvangen had en de mogelijkheid en in die mogelijkheid zijn verplichting gevoelde dat zijn tegenwoordigheid schip en lading zou kunnen redden, was zijn besluit. Ik ga naar Londen. Hij zag er wel enigszins tegen op om aan zijn Maria dit te berichten, maar er hingen te veel schatten aan die hij voor zijn huisgezin en voor hun, die hem tot het beheer en opzicht over dat schip gemachtigd hadden, in de waagschaal stelde, om die reis te vertragen, veel minder achter te laten, alleen omdat dezelfde enige mate het stil genoegen van zijn huisgezin verstoren zou. Zo weinig anders gewoon om zijn Maria over de loop van zaken de handel betreffende te storen, als zij hem lastig viel met zaken die hare huishouding betroffen, had hij haar echter gesproken van het lot van het schip, de Bonaventura, overgekomen, daar behalve het bijzondere van het geval, het verlies van dit schip aan hem een gevoelige neep zou geven. Het kwam haar dus niet geheel onverwacht over dat Maurits weder over dit schip begon te spreken, maar zij, zowel als hare dochter, zette grote ogen op toen Lijnslager, na nog enige voorbereidende gesprekken en omwegen te kennen gaf dat hij voornemens was om binnen 4 dagen over Rotterdam naar Engeland te vertrekken. Schoon Maria hier tegen hare zwakke bewijsredenen, meestal enkel uit liefde voor en bekommering over de persoon van hare Maurits, ontstaande, aanvoerde, en Margaretha haar met even zwakke wapenen ondersteunde, Maurits betoogde haar beide, zo zonneklaar, de noodzakelijkheid van de reis, en zij ontdekten dat hij daartoe zo stellig besloten had dat zij eindelijk aflieten om er iets tegen in te brengen. Maria, na verstaan te hebben dat zijn verblijf in Londen misschien maar enige dagen zou zijn, beurde hare dochter op en men overlegde samen wat tot de kleine uitrusting voor dit tochtje van hare man nodig zijn zou. Terstond maakte Lijnslager nu op zijn kantoor alle voorbereidsels om aan hetzelfde zijn gemis zo weinig mogelijk te doen gevoelen en die schikkingen welke tot zijn reis volstrekt noodzakelijk waren. Schoon hij volstrekt uit het beginsel van plicht handelde met het ondernemen van dit tochtje en hij ook voor zichzelf geen zwarigheid hoegenaamd van hetzelfde maakte, zag hij, ongewoon om van zijn vrouw en kinderen gescheiden te zijn en sedert lange geen reis van ene betekenis gedaan hebbende, enige mate op tegen de naderende dag van zijn vertrek, welke al spoedig aanbrak. Maria en zijn dochter waren zeer aangedaan over hetzelfde en het was aan beide dat hij de belofte aflegde
van zoo spoedig naar Holland terug te zullen keren, als maar enigszins het belang der zaak dat hem naar Londen riep, gedoogde. En het kostte hem niets om dit te beloven, daar zijn hart op het ogenblik van zijn vertrek zo vurig als dat van zijne Maria of Margarethe wenste, dat het ogenblik van afscheid in dat van zijne terugkomst mocht veranderen. Zijne reis naar Engeland was zeer voorspoedig. In de avond, de Hollandse kust verlaten hebbende, zag hij reeds de volgende morgen duidelijk die van Engeland voor zich, en de volgende avond zette hij reeds voet aan wal te Harwich. Hij vertoefde die nacht te Harwich, en de volgende dag liet hij zich met eene postchaise naar Londen voeren. Schoon die stad toen ter tijde nog bij lang na die trap van luister en uitgebreidheid niet bereikt had, tot welke zij opsteeg, nadat Groot-Brittannië geheel het meesterschap van de oceaan aan zich trok, echter was Lijnslager reeds getroffen, zo over de grootte als de pracht van Londen, en zag onder deszelfs burgers dezelfde handelgeest en zucht voor de zeevaardij doorblinken als in zijn vaderland. Onmiddellijk na zijn aankomst deed hij zich naar zijn correspondent brengen, die de zaak van het opgebrachte schip voor hem had waargenomen en zich zeer over zijn komst verheugde. Nadat hij met hem alles in rijpe overweging genomen en zich van de juiste staat der rechtshandeling in het stuk van zeezaken had doen onderrichten, begaf Lijnslager zich naar de advocaat die zijn zaak in handen had. Deze werd Wilkinson geheten en was schoon van een nors voorkomen en in de stroefheid van zijn gesprekken tonende alleszins een geboren Engelsman te wezen, een sieraad van zijn stand. Hij werd gewoonlijk de toetssteen der rechtvaardigheid genoemd, en reeds waren de rechters, als hij de verdediging van eene zaak op zich nam, overtuigd dat zij rechtvaardig zijn moest, want dat anders meester Wilkinson dezelfde niet aanvaard zou hebben. In het bezoek dat hem Lijnslager met zijn correspondent gaf, sprak hij zeer weinig, maar ging met des te grote nauwkeurigheid al de stukken na die Lijnslager met zich gebracht had, en deed vervolgens enige weinige vragen, welke, hoe kort echter, recht op de man aan waren, en Maurits overtuigden dat hij in het vak van zeezaken door en door ervaren was, en dat, zo zijn zaak enigermate twijfelachtig geweest ware, hij weinig staat op deszelfs hulp zou hebben kunnen maken. Daar echter het geval van het schip van Lijnslager zeer eenvoudig was, en alleen de schraapzucht der eigenaars van de kaper allerhande vonden bedacht had om zich een zo rijke buit niet te laten ontglippen, bleek het in een der antwoorden van Mr. Wilkinson zonneklaar dat de zaak van Lijnslager hem allerwettigst voorkwam. Nog een ogenblik zat meester Wilkinson te peinzen, en eindelijk zeide hij: ik heb alles overdacht, sir. Ik schaam mij dat u nog geen recht geschied is, maar het zal u geschieden. Morgen zal ik uw zaak aan de president der admiraliteit voordragen. Ik zal meer doen. Ik zal mij tot de koning vervoegen. Ik zal hem de gehele zaak voordragen. Ik zal zijn tussenkomst verzoeken. Houd u maar gerust. Kom over 6 dagen weder bij mij. Als er nog recht in Groot-Brittannië gedaan wordt, dan zal het in uw zaak wezen. De houding waarin, de toon waarop meester Wilkinson sprak, stelde Lijnslager zo gerust dat hij aan hem de zaak geheel overliet, hem alleen zijn adres opgevende om, zo het nodig ware, dat hij zich nog over de een of andere zaak bij hem om inlichting moest vervoegen, dan op het ogenblik bij de hand te kunnen zijn. Nu achtte Lijnslager dat hij, terwijl zijn zaak in handen van meester Wilkinson was, niets beter kon doen dan te vernemen waar zich zijn oude vriend Van Dijk ophield, als mede zijn reisgenoot Milton. Zeer licht viel het om de eerste te ontdekken, daar deze in blakende gunst aan het hof staande, door gunst van koning Karel tot de ridderstand verheven was, en zelfs door de koning met een gouden ketting, waaraan deszelfs beeltenis hing, was omhangen geworden. Hij bewoonde een zeer aanzienlijk hotel, en Lijnslager vernam dat hij met de schoonste en eene der eerste van de hofdames gehuwd was, met de dochter namelijk van Lord Ruthen, een oud-adellijk geslacht uit Schotland. Ongeacht deze grote aanwas van uiterlijk aanzien, besloot Lijnslager Van Dijk te bezoeken,
zeer verlangende om hem op het toppunt van zijne glorie aan te treffen. Zich aan deszelfs hotel aandienende, gaf een bediende hem vrij norsch te kennen dat de ridder van Dijk voor niemand te spreken was, want dat hij sedert 3 weken zijne kamer hield. Lijnslager betuigde de bediende dat hem dit leed deed, doch dat hij een vreemdeling, een Hollander zijnde, en die maar korte tijd in Engeland zich dacht op te houden, zeer gaarne tot hem toegelaten zou worden, te meer, daar hij een oud vriend van hem was. Ja, dat hij zich verzekerd hield dat, wanneer de bediende zijn naam hem noemde en hij vertrokken was, zulks door de heer van Dijk zeer kwalijk zou genomen worden. Uw naam dan, zeide de bediende, en trok al morrende en mompelende de naam van Lijnslager herhalende naar het vertrek waar Van Dijk in een ziekenstoel zat. Nauwelijks had de bediende de naam van Lijnslager uit Amsterdam genoemd, of Van Dijk scheen zijn ongemakken minder te voelen en zeide tegen zijn echtgenote: mijn vriend Lijnslager, mijn brave vriend Lijnslager, ik dank God dat ik hem nog voor mijn dood zien zal. Laat hem boven komen, laat hem boven komen. Lijnslager in de ziekenkamer van Van Dijk gekomen zijnde, stond, nadat hij door Van Dijks huisvrouw met veel plichtplegingen ontvangen was, niet weinig versteld, toen hij in zijn vriend Van Dijk nauwelijks de geringste sporen van de voorheen vrolijke en gezonde vriend herkende. Schoon hij zich wel zorgvuldig wachtte om hem dit met woorden te kennen te geven, ontdekte Van Dijk het zeer duidelijk in de verwonderde blikken die hij op hem sloeg. Hij drukte met zijn vermagerde vingers de hand van Lijnslager in de zijne, zeggende: ga zitten, mijn oude beste vriend. Ik behoef u aan uw heldere blik, fris gelaat en rustige gestalte, die alleen wat breder en kloeker geworden is, sedert ik u schilderde, niet te vragen hoe het met uw welstand is. Beter, beter dan met mij, vriend. Sedert maanden ben ik nauwelijks van deze kamer geweest. Tussen dit bed en deze ziekenstoel breng ik nu mijn leven door. Ga zitten. U te zien, een oud vriend te zien, is mij waarlijk een geneesdrank. De echtgenoot van Van Dijk maakte nu haar compliment. En daar zij aan het hof verwacht werd, verzocht zij aan Lijnslager verschoning dat zij niet langer het genoegen van zijn bijzijn hebben mocht. Lijnslager beantwoordde dit beleefdelijk en Van Dijk verheugde zich zeer dat hij door haar vertrek gelegenheid vond om nog eens vertrouwelijk met zijn oude vriend en reisgenoot van hart tot hart te spreken. Lijnslager kon niet nalaten aan te merken toen de vrouw van Van Dijk vertrokken was: uwe omstandigheden, mijn vriend, zijn niet weinig veranderd. In zulk een aanzienlijk hotel wonende, tot de ridderstand verheven en gehuwd aan zulk een uitmuntend schone adellijke dame. Van Dijk, niet waar, maar voeg er ook bij, met al die uiterlijke glans, een ellendig leider, in het bloeiendste, of althans, in de kracht mijner jaren, een grijsaard, die met mijn ene been in het graf ga, terwijl mijn nog jeugdige geest zich gehecht gevoelt aan de genietingen welke deze wereld oplevert. Lijnslager, maar welke is er de oorzaak van? Of liever, is er geen herstel op? Van Dijk, op een afgesleten penseel wijzende, dat op enig teken gereedschap lag. Zoudt gij denken, Maurits, dat dit penseel weder te herstellen zou zijn? Gij zwijgt. Nu, het is de getrouwe afbeelding van uw vriend Van Dijk. Waarom zou ik het voor u verbergen, daar wij oude vrienden zijn en daar gij mij gekend hebt toen ik in Italië omzwierf? Gij weet hoe ik altijd eene buitensporige zucht gehad heb voor de schone sekse en hoe ik er weinig zwarigheid van maakte om mijn lusten bot te vieren als zich de gelegenheid daartoe aanbood. Nadat ik het geluk, of moet ik liever zeggen het ongeluk had, van aan het hof van koning Karel als zijn bijzondere gunsteling te worden aangenomen, leidde ik een leven nog veel weelderiger dan in Italië of enig ander land, omdat ik, nu door vorstelijke geschenken overladen, geen andere grens voor mijn begeerten kende dan de verzadiging die aan walging nabij komt. Ik was daarenboven de gunsteling van alle de hofdames en, daar mijn kunst mij gelegenheid schonk tot vrijheden en gemeenzaamheden tot welke een ander langs moeilijker wegen komt, baadde ik mij nu in het vol genot van zinnelijke lust.
Eindelijk verbond ik mij aan deze hofdame, welke ons zoo even verlaten heeft, zeker eene der schoonste vrouwen die gij ooit gezien hebt. Maar het huwelijk met eene vrouw, veel jonger dan ik, in de prilste kracht hare jeugd, en daarenboven van een hoogmoedige, heerszuchtige geest, voltooide misschien mijn ongeluk. Lijnslager, maar gij denkt veel licht te zwaarmoedig over uw toestand. Van Dijk, o nee, zwaarmoedigheid was nooit een eigenschap van mijn geest, en zelfs de dampen van Londen hebben mij niet kunnen bijzetten. Maar daarom mag ik mij wel bij een oud vriend beklagen, dat ik juist op het toppunt van mijn grootheid gekomen ben, nu de roem van mijn penseel oneindig groter is dan ik mij die ooit had voorgesteld. Nu vorstelijke personen nog verlangen van deze zwakke vingers geschilderd te worden, die tussen beiden het penseel ontvalt. Nu ik grote rijkdommen bijeen verzameld heb, aan de schoonste vrouw van geheel Engeland getrouwd ben, dat ik nu, zeker binnen weinige maanden, deze wereld zal moeten verlaten. Maar laten wij van dit onderwerp afstappen. Verhaal gij mij liever iets van uw lotgevallen, sedert wij elkander gezien hebben, want ik heb het zeer slecht gemaakt met niet aan u te schrijven, maar ik was in zodanig een maalstroom van bezigheden en vermaken gewikkeld, dat ik volstrekt geen gelegenheid kon vinden om mij met het schrijven van brieven aan vrienden en bekenden op te houden. De tijd die ik van mijn vermaken kon afbreken, moest ik geheel aan mijn kunstoefening besteden. Als gij het hof bezaagt, en vooral het landgoed van Lord Wolston, zoudt gij u overtuigd houden dat ik mijn tijd niet in ledigheid heb doorgebracht. Ik kon daarom echter wel uw brieven beantwoord hebben, maar kom, verhaal mij nu eens het voornaamste wat u is overkomen. Leeft uwe lieve Maria nog? En nu volgde eene reeks van vragen naar familiebetrekkingen en huiselijke zaken die Maurits zeer nauwkeurig hem beantwoordde. Schoon dit onderhoud tamelijk lang duurde, verklaarde Van Dijk dat hij in geene maanden zo aangename uren gesleten had. Hartelijk leed deed het hem intussen dat hij niet in staat was om zijn vriend in persoon in Londen rond te leiden, maar hij stelde een klein geschrift op waarbij hij Lijnslager aanbeval als zijn bijzondere vriend en hem de toegang baande tot alle zodanige merkwaardigheden als hij buiten dat oordeelde misschien voor hem gesloten te zullen zijn. Nog groter dienst beloofde en bewees hem Van Dijk, daar hij door zijn invloed op de koning het verzoek ten zijne behoeve door de heer Wilkinson ter snelle afdoening van zijn zaak gedaan ondersteunde. Van Dijk liet Lijnslager niet van hem gaan zonder dat deze hem stellig beloofd had ten minste nog een gehele dag bij hem te zullen doorbrengen eer hij Londen weder verliet. Toen Lijnslager na dit bezoek in zijn logement was teruggekeerd, kon hij niet nalaten een dankbaar oog op zijn eigen staat te vestigen, als zo hemelsbreed verschillende van de toestand van zijn vriend, daar hij treurig werd op het besef hoe weinig de mens geschikt is om de rijkste gaven van de fortuin te dragen en hare grootste gunstelingen dikwerf pas de helft der levensdagen bereiken, welke hun bij gematigde bedelingen zouden zijn te beurt gevallen. Hij achtte zich dus zeer gelukkig dat hij, schoon verre van in de ongenade dier dartele en onbestendige godesse te zijn, niet zodanig door hare milddadigheid overhoopt was, dat hij, met onbezonnen graagte, hare ruim geschonken teugen inzwelgende, gevaar liep in dezelfde ontijdig te smoren, daar hij het zeker stelde dat, zo zijn vriend Van Dijk enige schreden nader aan de middelstand gebleven was en hem de weg was gesloten gebleven voor alle de verfijningen der wilde, hij misschien nog langer onder de mensen een gelukkig leven zou hebben kunnen leiden, anderen ten nutte, zichzelf ten genoegen. Lijnslager besteedde nog een gedeelte van de dag om aan zijne Maria zijne behouden aankomst te doen weten. Hij maakte de volgende dag nader zijn werk om de woonplaats van Milton uit te vinden, en schoon het hem veel moeite kostte, het gelukte hem eindelijk. Verre van het aanzienlijk hotel van Van Dijk verwijderd, leefde deze in een afhoek van Londen. Een zeer gering huis was zijn woning en zijn gehele schat bestond in zijn verzameling van boeken. Geenszins had Lijnslager nodig om tot hem door een bediende te naderen,
daar hij aan het huis hebbende aangeklopt door Milton zelven de deur werd geopend, terwijl zijne eenige bediende ter markt was. Het eerste ogenblik twijfelde Milton, maar met grote vreugde en gulhartigheid ontving hij Lijnslager toen hij hem voor zijn oude reisgenoot herkende. Maurits verhaalde hem hoe hij de vorige dag de schilder van Dijk in zulk een blinkende toestand voor het uiterlijke, maar anders in een zeer zwakke, wat deszelfs lichaam betrof, gevonden had. Hoe hij zich verwonderd had over de trap van eer en grootheid waartoe hij binnen zo korte tijd was opgestegen, schoon hij zeker zijn ware verdiensten erkende. Milton, hoe kunt gij u daarover verwonderen, mijn vriend? Kan er voor een dartel hof en een ijdelzinnig koning, zoals hier, tot schande der Engelse natie thans de troon van Groot-Brittannië bekleedt, een waardiger persoon bedacht worden dan een bekwaam schilder, die door zijn toverend kunstvermogen de beeldenissen van de vorst en vorstin en van de hen omringende stoet van hovelingen van beiderlei seksen op eene treffende wijze in al de glans die zij van hunne stand, van hunne blinkende kledingswijze ontleden, met een vlijend penseel op het doek of het paneel weet te brengen. Zulk een vleier is aan zulk een hof schattenwaardig en men overhoopt hem met rijkdommen die de vruchten zijn van de vlijt en bekommeringen van 1000 getrouwe onderdanen van zijne majesteit. Lijnslager, maar als gij hem zaagt, in welk een ellendige staat zijn gezondheid verkeert, gij zoudt hem zijn blinkend fortuin niet misgunnen. Milton, misgunnen, misgunnen, ver van daar, al leefde hij midden in de grote overvloed door zijn kunst verworven, in de blakendste gezondheid. Ik zou geen beginsel voelen om hem, die rang, die rijkdom te benijden. Nee, liever woon ik in een afgelegen hoek, onder een rieten dak, en doop mijn brood in water. Maar blijf de gevoelens van een echte Brit waardig, dan dat ik het genadebrood van koning Karel zou wensen te eten. Ja, al verhief hij mij gelijk van Dijk tot de ridderstand, en al omhing hij mij met een gouden keten met zijn borstbeeld versierd. Lijnslager, het zou u anders waarschijnlijk niet moeilijk vallen, om zo gij misschien uw oefeningen in het vak der dichtkunst hebt voortgezet, door die kunst ook ene weg tot de gunst van het hof van koning Karel te banen. Milton, al waren mijn gevoelens als die van ene vrije Brit, die niet kruipend kan voor enig mens, minder bekend, en ik daardoor niet bewaard voor de mogelijkheid om op de gunst van het hof te kunnen hopen, denkt gij dat ik de edelste gaaf des hemels, die door hare invloed de sterveling boven alle lage aankleefsels van het hof verheft en zijn geest vrij van banden in gewesten zweven doet, waartoe de logge ziel van eigenbatige gelukzoekers niet kan opstijgen, zou misbruiken. Zou ik de dichtkunst, die sedert eeuwen het voorrecht bezeten heeft om in hare krachtige taal aan vorsten en groten door hare toverbeelden eeuwig en ontzettende waarheden voor te houden, tot eene slavin van verdarteld hof verlagen? Zou ik haar de lof van koning Karel doen aanheffen, die de Engelse jaarboeken aan het nageslacht zullen doen kennen, als een zwak, zo niet als een slecht vorst? Zou ik mijn bekwaamheden in die edele kunst aanwenden, om met de aflegging van mijn beginsels van deugd en godsdienst dartele hovelingen ten dienst te staan, door wilderige en de deugden der voorvaderen onterende gezangen? Lijnslager, echter, vele, zeer vele, zowel vroegere als latere dichters hebben meermaal zeer voortreffelijke gezangen ter ere van brave vorsten gemaakt. Milton, van brave vorsten, zegt gij. Lijnslager, immers eveneens als er brave en slechte in alle standen gevonden worden, zo heeft men ook zowel brave als slechte vorsten. En alleen een deugdzaam vorst, die zijn onderdanen wel doet, verdient bij de liefde zijner onderdanen de lof der dichtkunst. Milton, en van hoeveel waarde is die lof, daar immers mijn vlijende kunstbroeders om het minst bedrijf van billijkheid in een vorstelijk persoon dat nauwelijks in enig ander sterveling zou opgemerkt worden
ieder jeugdig vorst met een Titus en Trajanus gelijk stellen. Gewone vleiers van mensen en vorsten verdienen verachting van alle eerlijke en weldenkende lieden, maar een vleiend dichter die zijn kunst misbruikt om grote en vorsten in de waan te brengen dat zij wezens van verhevener natuur zijn dan hunne medestervelingen en hun deugden toeschrijven welke zij nog niet bezitten en mogelijk nooit zullen bezitten, zijn de verfoeiing van hunne tijdgenoten waardig en behoorden gebrandmerkt te worden met eene onuitwisbare schande op last van de vorsten zelve, die zij door hunne ontijdige lof bespottelijk maken. Lijnslager, gij zijt nog dezelfde man gebleven als toen wij met elkander in Zwitserland reisden. Milton, en ik hoop dat ook gij nog diezelfde zijt. Zo gij een verstandig en eerlijk man gebleven zijt, zult gij, zo min als ik, van gevoelens veranderd wezen. Alleen lieden die geen beginsels hebben dan die van zelfzoekende eigenbaat, nemen, zoals de fabel van Proteus verhaalt, allerhande gedaanten aan. Maar de man die het alleen om recht en waarheid te doen is, is zo onveranderlijk in zijn beginsels als de waarheid, als het recht, als God zelf, die de bron is van recht en waarheid. Die heeft hier binnen één getuige, welke beter is dan die van 1000 anderen, de getuige van zijn eigen goed geweten. Lijnslager, ik merk ook dat gij uw tijd nog in letteroefeningen doorbrengt. Milton, ja mijn vriend, ik ben met geestelijken en staatkundigen tussen beide in hevige pennenstrijd gewikkeld en heb van tijd tot tijd geweldige vervolgingen te lijden. Lijnslager, waarom geeft gij u niet liever geheel over aan de beoefening der dichtkunst en vermoeit uw geest niet met ellendige verschillen? Want zo zijn toch de meeste die over God geleerde en staatkundige onderwerpen zelfs door de verstandigste en geleerdste mannen gevoerd worden. Ook wij hebben in ons land sedert het Dordrechtse synode daarvan jammerlijke proeven. Milton, waarom zou ik mij traag en vatzig aan de dichtkunst overgeven in rijden, waarin ik mij verbeeld dat ik op een veel nuttiger wijze tot het voorstaan van waarheid en recht door het behandelen van die onderwerpen welke thans betwist worden kan werkzaam zijn. Hetgeen het zwaarste is, of mij althans toeschijnt, laat ik het zwaarst wegen. Het is echter zo niet dat ik geheel de zanggodinnen heb vaarwel gezegd, maar ik heb een dichtstuk van ene godsdienstige aard onderhanden dat van ene lange adem is. Lijnslager, en welk is het onderwerp? Milton, een der gewichtigste voor de mens hier op aarde, hoe namelijk het paradijs, de mens door de godheid ten verblijf geschonken, voor hem verloren is gegaan. Die stoffen, zo rijk in afwisselende tonelen, houdt van tijd tot tijd mijn geest bezig, en schoon het nog niet geheel voltooid is, vlei ik mij dat er toch gedeelten in hetzelfde gevonden worden, welke deskundigen niet van alle dichterlijke genie ontbloot zullen achten. Althans, ik heb in mijn leven geen gelukkiger ogenblikken dan wanneer ik van alle de overige zorgen ontslagen aan de verrukkingen van mijn geest botvier en mij als op de wielen van mijn verbeeldingskracht boven al het geschapene verhef en rondzwerven in de wereld der geesten. Dan vergeet ik al de onaangenaamheden deze aarde en acht mijn louter geest en door geesten omgeven. Als het eens voltooid is en ik het in het licht geef, zal ik u een afdruk van hetzelfde aanbieden. En zo het wat het dichtkundige betreft uwe goedkeuring niet mocht wegdragen, gij zult in het geschenk dan ten minste het hart van uwe vriend en reisgenoot Milton ontdekken. Lijnslager, en gij leeft hier nog zo geheel eenzaam, bijna in de staat van een kluizenaar. Milton, daaromtrent zal toch eerlang eene verandering plaats hebben, daar ik binnenkort in de echt sta te treden, maar ik twijfel somtijds of ik in die staat al recht gelukkig zijn zal. Daar ik zodanig een voorstander ben van de vrijheid in het kerkelijke, dat ik het gezag der bisschoppen, en in het burgerlijke, dat ik de overheersing van koning Karel niet kan verdragen, ducht ik bijna dat mij de beperking in het huiselijke door het huwelijk veroorzaakt ook tegenvallen zal.
lieden van mijnen stempel zijn wezenlijk min voor het huwelijk geschikt dan zij die meer aan de beslommeringen van dit leven gewoon zijn. Hoe het zij, Maria Powels heeft mij zodanig bekoord en ik heb zulk een indruk op haar hart gemaakt dat wij met elkander de huwelijksreis zullen ondernemen. Lijnslager wenste hem dat hij op dezelve over het algemeen zo gelukkig met zijne Maria zijn mocht, als hij met de zijne was, schoon hij heimelijk duchtte dat Milton te veel aan zijne letteroefeningen was overgegeven om zeer berekend te zijn voor het geluk des huwelijks. Nadat Lijnslager ook van zijne vriend Milton teruggekomen was, vond hij, schoon deze in een staat van goede welstand verkeerde en zijne welbekrompen, maar onafhankelijke toestand, meer behagelijke zijden had dan die van de wegkwijnende Van Dijk, dat hij ook Milton verre in geluk overtrof. Bijna geheel afgezonderd van de mensen, met een hart vol verbittering en gemelijkheid tegen zijne partijen, het leven te slijten in staatkundige en godsdienstige kibbelarijen, die al dikwerf op een kinderachtig woordenspel nederkomen, achtte hij ook zeer verre van de trap van geluk verwijderd, welke hij in zijn kring bereikt had. Een erkentelijk oog ten hemel heffende, dankte hij de Godheid voor het zo bijzonder heilrijk lot aan hem beschoren, dat hij zo ongaarne met dat van de zo rijkelijk door de fortuin begunstigde Van Dijk, als met de miskende geleerde Milton zou verwisseld hebben. Lijnslager nam nu ook de gelegenheid waar om het prachtig Londen meer dan oppervlakkig te beschouwen, waartoe hem het geschrift van de ridder Van Dijk enige reden toegang verleende. Hij bezocht de Tower, zo geheten naar de Witte Toren, die in het midden van dezelfde aan de Theems staat. Hij bewonderde bovenal deszelfs uitgebreidheid en het wapenhuis, zo rijkelijk verzorgd, dat er een aantal van 60.000 man volkomen van wapenen en krijgsvoorraad kon voorzien worden. Men vertoonde hem ook daar de rijkssieraden van de Engelse kroon en enige der voornaamste archieven van het Rijk. Ook bezichtigde hij het Custom House, dat enige jaren later eene prooi der vlammen werd, en uit de bewegingen en drokten in dat tolhuis plaats hebbende, besloot hij zeer gereedelijk tot de hoge trap van koophandel, waarop het machtige Londen toen ten tijde reeds gestegen was. Hetzelfde gevoelde hij met ongemene nadruk op het midden van de grote brug over de Theems liggende, die de stad met de voorstad Southwark verenigt. Uit een der winkelhuizen, toen op dezelfde gebouwd, de talrijkheid der schepen, de grote menigte der pakhuizen en het handelgewoel aan de beide oevers beschouwende. Met niet minder genoegen en vol van dezelfde gedachten bezocht hij de koninklijke beurs en verstond met ontzetting hoe dat aanzienlijk gebouw op kosten van de koopman Thomas Gresham omtrent het midden van de 16e eeuw ten dienste zijner stadgenoten gebouwd was. Niet weinig verbaasd stond hij ook over het aanzienlijk getal van kerken, over de menigte van nuttige inrichtingen, zo tot de opvoeding en het onderwijs der jeugd geschikt, als die welke moesten strekken om aan armen, zieken en krankzinnigen verblijfplaats te verlenen, op kosten van de staat, en de zulke die aangelegd waren om de moedwillige boosheid in teugel te houden en te straffen. Terwijl zich Lijnslager nog te Londen onthield, werd juist de Spaanse vloot, die in Duins hare toevlucht had genomen, door de dappere luitenant-admiraal Martin Harpertsen Tromp, aldaar aangetast en enige geweldig felle neep toegebracht. Zeer verschillende waren de gevoelens over dit kloekmoedig bestaan door Tromp op last van de Staten uitgevoerd. De vloot eens vijands, schoon zeer veel nadeel aan de Hollandse koophandel toebrengende, in een vriendschappelijke haven liggende, te overvallen, werd door velen gelaakt, maar ook door andere Engelsen, die minder dan koning Karel, naar de Spaanse zijde helden, zeer geroemd en geacht, eene daad van volstrekte noodzakelijkheid te zijn, daar de Engelsen, door de Spaanse vloot, eene schuilplaats te verlenen, dadelijk partij trokken tegen de Staten. Lijnslager met zijn correspondent over zijn zaak bij de advocaat Wilkinson zijnde, kon het niet uitblijven of er moest ook een woord over deze gebeurtenis vallen. Meester Wilkinson, na het gesprek van Lijnslager
en deszelfs correspondent daarover gehoord te hebben, zeide met veel bedaardheid: Ik kan niet beslissen, meneer, over het recht of onrecht der zaken, maar dit weet ik, meneer Lijnslager, dat ik er trots op zijn zou, zo ik ingezeten van uw gemeene best was. 14 dagen geleden was de vloot van Tromp niet meer dan 12 schepen sterk, en de onbeschrijfelijke vlijt uw landgenoten, en bijzonder die van de Admiraliteit van Amsterdam, heeft hem, om te kunnen opwegen tegen de vloot der Spanjaarden, in de tijd van 14 dagen eene versterking van niet minder dan 60 schepen weten bij te zetten. Een gemene best, dat zulke proeven van werkzaamheid aan de dag legt, verdient de verwondering van elk onpartijdige en met ontzag behandeld te worden door de aanzienlijkste koninkrijken der wereld. Niet weinig verheugde zich Lijnslager over de onzijdige lof van de oprechte Wilkinson. Ook deze bracht hem wel ras de aangename tijding dat de Admiraliteit van Londen ten aanzien van het schip de Bonaventura eene voordelige uitspraak gedaan en hetzelfde volkomen vrij verklaard had. Hartelijk verheugd was Lijnslager over dit gunstig beloop van zaken en berichtte aan Van Dijk dat hij hem de volgende dag 's avonds zou komen dankzeggen voor de tussenspraak ten zijne voordele en meteen afscheid van hem nemen, omdat hij nu, hoe eer, zo beter naar het vaderland en de zijne dag terug te keren. Van Dijk liet ijlings weten dat zijn komst hem zeer aangenaam wezen zou. Lijnslager liet zich ter bestemder uur aan het hotel van zijn vriend vinden. Een bejaard heer, de graaf P., was juist op dat ogenblik bij Van Dijk, met hem sprekende over de beste wijze op welke hij een familiestuk zou doen schilderen, want schoon er niet aan te denken was dat Van Dijk zulk eene taak nog op zich nemen zou, stelde echter de graaf P. er zeer veel belang in dat de algemene schets daarvan door Van Dijk ontworpen werd. Van Dijk maakte geen zwarigheid, nog ook de graaf P., om Lijnslager bij dit gesprek tegenwoordig te laten zijn. Lijnslager had in het eerst weinig aandacht op het gesprek dat tussen Van Dijk en de graaf P., die geheel in reisgewaad, met een koppel pistolen, in een zeer onachtzame houding bij Van Dijk nederzat, gehouden werd. Doch daar Van Dijk de naam van die graaf meer dan eens herhaalde, wekte dit de aandacht van Lijnslager, die zich bij deze naam ene herinnerde, die hem zeker jongeling genoemd had, bij gelegenheid dat deze stervende hem een ring had overgegeven. Bij een ogenblik tussenpozens in het gesprek tussen Van Dijk en de graaf P. nam Lijnslager de vrijheid om de ring van zijn vinger schuivende aan de graaf P. te vragen of hij aan deze ring misschien enige kennis had. Mijn God, riep de graaf uit, hoe komt gij aan die ring? Lijnslager, ik heb hem van een bijna stervende ongelukkige jongeling ontvangen, reeds een grote reeks jaren geleden. Hij verzocht mij die, zo ik immer de graaf P. mocht ontmoeten, aan denzelve terug te geven. Ik heb sinds altijd deze ring gedragen, en nu bij het horen van uw naam herinnerde ik mijn belofte. Graaf P., en hoe was die jongeling aan de ring gekomen? Lijnslager, hij zeide mij dezelfde van zijn moeder ontvangen te hebben op haar sterfbed. Graaf P., o God, ik herinner mij alles klaar. Deze ring heb ik geschonken aan de schone Charlotte. Zij is dood, ook zij, ene van zoveel, is dood, reeds sedert een aantal jaren, en ik leef nog. Maar zeide gij niet dat de jongeling die u deze ring ter hand stelde, zeer ongelukkig was? Lijnslager, helaas ja, uwe excellentie, ongelukkig. Graaf P., en waarin bestond zijn ongeluk? Lijnslager, hij was zwaar gekwetst en gevangen. Graaf P., zwaar gekwetst en gevangen? Ha, misschien in een veldslag waarin hij zich dapper en mijn adellijk bloed dat hem door de aderen stroomde waardig gedragen had. Lijnslager, zijn de schouders ophalende, helaas, uwe excellentie, dit was zijn geval niet. Door een reeks van ongelukken vervolgd, na de dood van zijn moeder, een zwerveling op aarde, was hij eindelijk onder een bende rovers vervallen die een bos in de nabijheid van Hardingen onveilig maakte.
het rijtuig aanvallende, waarin ik met nog 3 reisgenoten was, boden mij wederstand. Hij ontving een geweldig schot en daarna door de boeren van het dorp met nog 1 zijner bende al daar binnen gesleept, werd hij gevangen genomen. En Graaf P. Houd op, meneer, houd op, verscheur, verscheur mijn hart niet verder. Lijnslager. Daar ik zeer spoedig het dorpje moest verlaten, kan ik uwe excellentie van het lot des jongelings niet meer vermelden. Ik weet alleen dat hij mij deze ring overgaf. Graaf P. tegen Van Dijk, die, volgens zijn verlangen, eene ruwe schets ontwierp van eene familiestuk. Houd op, meneer, houd op met het maken van die schets. Ik wil geen familiestuk, want was Adolf mijn zoon niet bij de schone Charlotte? Ha, ik heb hem vergeten, ik heb hem verwaarloosd, en hij zal als een gemeen rover aan de gal gestorven zijn. Nee, nee, ga voort met uw schets. Hier, hier is nog eene open plaats tussen mijn echte zoon en mij. Daar, daar eene galg. En verbeeld die ongelukkige jongeling, hangende, ja, ja zo, in die stand, dat mijne overige zonen en dochters die rampzalige verstoteling aanstaren. Dat zal een leerzaam familiestuk zijn. Zij zullen in dien spiegel zien wat er van eene der rampzalige vruchten van de wellust hunnes vaders geworden is. O, hoe gruwzaam is het dat men op zijn 60ste jaar nog zo ijselijk herinnerd wordt aan de misdaden zijner jeugd. Ha, de moeder die ik door het geschenk van deze ring verleid had, daar zij dezelfde als een onderpand mijner trouwe aanvaarde en daardoor geloofde dat ik, schoon van adel, haar ene burgerdochter trouwen zou. Hoe die moeder in armoede en misschien op stro gestorven, terwijl ik in wilde de wijn bij bekers zat te plengen of mijn overdadige dronk op een donzen bed lag uit te ronken. Haar zoon, mijn zoon, aan eene galg als een struikrover opgehangen, terwijl ik misschien voor zijn broeder een aanzienlijk ambt van de koning verwierf. Nee, het is te veel. Ik word hier te benauwd. Ik kan de ogen van mensen die dat weten niet verdragen. Ik moet van hier. Geef mij de ring. Geef mij de ring. Zo sprekende rees hij schichtig op en zonder een woord te spreken verliet hij met de ring in de hand eensklaps het vertrek. Van Dijk zag Lijnslager met ontzetting aan en zeide, zo ik had kunnen vermoeden dat gij op zulk eene wijze kennis zoudt gemaakt hebben met de Graaf P. Ik zou mij wel gewacht hebben van u in zijn tegenwoordigheid te verzoeken. Lijnslager zeide dat hij de graaf niet kennende en toevallig in deze gelegenheid gebracht geen redenen gevonden had om een ring die hij reeds zo lang bewaard had langer bij zich te houden en dat het in alle gevallen niet kwaad was dat de mens de buitensporigheden van zijn jeugd op eene treffende wijze herinnerd werden. Terwijl Lijnslager dit zeide hoorde men een geweldig pistoolschot vlak onder de ramen van het vertrek waar Van Dijk met Lijnslager gezeten was. De huisbedienden van Van Dijk schoten ogenblikkelijk de deur uit en vonden de Graaf P. dood in zijn bloed gewenteld met een zijner pistolen aan zijn zijde. Vreselijk was de ontzetting van Lijnslager over deze gebeurtenis en het tedige stel van Van Dijk raakte in een verbazende wanorde. Hij gaf echter last dat de graaf van straat genomen en in zijn hotel zou gedragen worden. Hij deed ook ogenblikkelijk om een heelmeester in de nabijheid te zenden die de wond peilende, behalve de kogel die door zijn verhemelte tot de hersens was doorgedrongen, een hard lichaam ontdekte en dit bleek een gedeelte van de half verbrijzelde ring te zijn. Het was waarschijnlijk dat de graaf in woede het hotel van Van Dijk verlaten hebbende de ring die zijn geweten zo ijselijk deed ontwaken in de loop gegooid had bovenop de kogel en toen het pistool in de mond nemende zich alzo van het leven beroofd had. Sidderende aanschouwde Lijnslager het lijk van deze zelfmoordenaar en schoon hij zich de eerste ogenblikken verweet dat hij de ring aan de graaf had aangeboden, stelde hij zichzelf en met reden gerust dat schoon het aanbod van de ring gelegenheid gegeven had tot een onaangename herinnering voor de graaf, de zelfmoord die hij gepleegd had
eene uitwerking was van de breidellooze hartstochten en zinnelooze wanhoop die hem op een oogenblik vermeesterd hadden. Het deed hem ondertussen zeer leed dat hij onder zoveel onstuimigheid afscheid nemen moest van zijnen vriend Van Dijk, die hij zich met grond voorstelde nimmer weder levendig te zullen ontmoeten. Van Dijk besefte dit mede zeer klaar, doch zeide, toen zij elkander de laatste handdruk gaven: Lijnslager, ik denk niet dat wij elkander ooit zullen wederzien, maar gij kunt verzekerd zijn dat, wat er gebeure, ik niet, als de graaf, zelf een eind van mijn leven maken zal. Ik wenste dat ik al die jaren levens, welke de Engelsen hier dagelijks moede zijn en wegsmijten, van hun kon overnemen. Adieu, mijn beste vriend Maurits, groet uw lieve vrouw Maria van mij. Nadat Lijnslager nu alle schikkingen tot zijn vertrek gemaakt en van zijn correspondent en de brave Wilkinson afscheid genomen had, verliet hij de hoofdstad van Engeland. En schoon hem tussen beide twee brieven wegens het welvaren van zijn Maria en haar gehele huisgezin gerustgesteld hadden, schenen hem de Engelse postpaarden, hoe snel zij ook zijn rijtuig deden voortrollen, nog traag genoeg met hem naar Harwich over te brengen, van waar hij voornemens was naar het vaderland over te steken. Einde van het 13e hoofdstuk. Hoofdstuk 14 van het leven van Maurits Lijnslager, deel 3, door Adriaan Loosjes Pieterszoon. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. 14e hoofdstuk. Met een ongemene vreugde zette Lijnslager nu de voet in de pakketboot. En schoon de wind enigszins tegen was, rekende hij toch binnen korte tijd in het vaderland te zullen zijn, waarop hem de kapitein en stuurman van de pakketboot hoop gaven. Ondertussen stak men in zee, met een hart vol van het strelend gevoel dat door het volbrengen van zijn plicht het met deze reis bedoelde oogmerk bereikt was, zag hij de Engelse kust, schoon tragelijk, zich uit zijn oog verwijderen, en daar langzamerhand de avond begon te vallen, ging hij in een allervergenoegdste luim ter kooi, met het heugelijk vooruitzicht om de volgende morgen misschien reeds de toppen der vaderlandse duinen door de blijde morgenzon beschenen te zien. Na zich met een dankbaar hart in de hoede van de grote God te hebben aanbevolen, sliep hij gerustelijk in. Met een aangename droom, waarin hij zijn Maria met hare drie kinderen op de stoep zag, en hoe zij hem ziende met open armen naar hem toesnelde, was zijn geest vervuld, toen onverwachts door een hevig kanonschot zijn slaap gestoord werd. Hetzelfde was niet minder dan dat van een Duinkerker kaper, die begunstigd door de opgekomen stilte de pakket opzijde geroeid, dezelfde dwong om bij te draaien. Enige weinige schoten liet de kapitein van de pakket doen, maar het gejammer der passagiers en de geringe mogelijkheid om met hoop op een goede uitslag tegenstand te kunnen bieden, deed al spoedig de kapitein overhellen om de vlag te strijken, schoon zeer tegen de zin van Maurits, die de kleinheid van de Duinkerker kaper in aanmerking nemende, de stuurman influisterde om, daar nu de wind aanwakkerde, op te houden met schieten, maar regelrecht met de stroom op het zwakke roofschip in te zeilen, daar hij niet twijfelde of door deze maatregel zou de kaper zodanig ontramponeerd worden, dat, zo hij niet achter de pakket in zee zonk, hem wel de lust vergaan zou om zijn onderneming door te zetten. Maar deze raad beviel noch de stuurman, noch de kapitein, die rekenende met dat bestaan te veel te wagen en gehoor gevende aan de algemene stem van hunne passagiers, orde gaf om de vlag te strijken. Met een hart vol spijt over de schande van genomen te worden, zolang er mogelijkheid van tegenweer was, en tevens vol droefheid dat nu geheel zijn oogmerk en hoop verijdeld waren om binnen weinige uren bij zijn huisgenoten terug te zijn, zag Lijnslager de prijsmeester aan boord komen, daar de kapitein en stuurman benevens nog twee matrozen op het roofschip overgenomen werden.
De wind nam ondertusschen hand over hand toe en meer tegenloopende was het onmogelijk om de ree van Duinkerken aan te doen. Lijnslager zag met zeer veel verdriet zowel de onkunde van de prijsmeester als van de manschappen die deze tot zijne hulp had. Hij sprak met een der overgebleven matrozen, waaronder een Zeeuw, die zeer bekend was met het vaarwater in het kanaal, of er geen mogelijkheid zijn zou, om daar de kaper uit het oog geraakt was, zich van de prijsmeester en de vier overigen te ontdoen. Laten wij ze eens de voet spoelen, zeide hij ogenblikkelijk. Deze maatregel kwam Lijnslager wat al te streng voor, doch daar de prijsmeester en twee der anderen reeds half beschonken waren, sloeg hij hem voor hen allen in het vooronder te lokken, en als zij dan behalve de man die aan het roer stond van het dek waren, met geweld die van het roer weg te nemen en bij zijne heel en half beschonken makkers in het vooronder te werpen en hetzelfde als dan zodanig te verzekeren dat er voor hun geen mogelijkheid was om te ontkomen en om dan verder het schip in de eerste Franse haven de beste binnen te sturen. Deze voorslag beviel de Zeeuwse matroos en de weinige manschap uitstekend, en terwijl de wind in hevigheid meer en meer toenam, werd dit stuk met beleid uitgevoerd. Alleen kostte het enige moeite om de stuurman te lichten, maar Lijnslager met twee zijner medestanders grepen hem toen hij tegenweer wilde bieden en om de bijstand van zijn makkers riep, zo onzacht aan, en bedreigde hem, terwijl zij hem de afgrijselijkste vloeken uitbrakenden, naar het vooronder sleepten, zo hij niet ogenblikkelijk met alle tegenstand ophield, overboord te werpen. Bij het vooronder genaderd zijnde, smeten zij hem in hetzelfde bij zijn beschonken makkers, en ogenblikkelijk sloten zij het luik dicht. Twee der matrozen werden met handspaken bij het luik gezet, om de eerste, die het ondernam, om boven te komen, met zoveel geweld de weg naar beneden te wijzen, dat geen tweede die onderneming wagen zou. Nu hield Lijnslager met de matrozen krijgsraad, en zij waren het alle eens dat zij dicht bij de Franse kust en aan de gronden te bespeuren reeds voorbij diepe waren. Intussen begon de wind een weinig te gaan liggen en werd ook iets ruimer. Het duurde nu ook maar korte tijd of zij ontdekten duidelijk de Franse kust. Het is klaar de toren van Harfleur, zeide er een. Ja, ja, riep een ander. Het is heel klaar. Daar heb je de toren van Havre de Grasse. Ik ben er wel 20 maal geweest, riep een ander. Als gij het zeker weet, zeide Lijnslager, laten wij er dan maar op aanhouden. Zo gezegd, zo gedaan. En het leed maar weinige uren of de barket zeilde de haven van Havre de Grasse binnen. Ogenblikkelijk gaven de matrozen, de prijsmeester en zijn manschap aan de commandant der citadel over en, na bekomen vrijheid, stapten nu alle de passagiers aan wal. Schoon aller oogmerk mislukt was, om namelijk aan de Hollandse kust te landen, waren zij Lijnslager, benevens de matrozen dankbaar, die door hun beleid en moed hen bevrijd hadden om te Duinkerken, als krijgsgevangenen, te worden opgebracht, waar zij misschien lange tijd om de vrijheid hunner personen met het verlies van hun goed zouden hebben moeten zuchten. Lijnslager verklaarde dat de dank die zij hem schuldig waren zeer gering was, dewijl hij, gedreven door eene natuurlijke eigenschap zijner ziel, die van alle geweld en wat zijn vrijheid belemmerde, zeer afkerig was, liever wat waagde dan zich op eene lage manier te onderwerpen als er ontworstelen aan was, en zowel om zichzelf als zijn reisgenoten te redden, de matrozen tot de niet zeer gevaarlijke aanslag had aangespoord. Lijnslager besloot nu zich hoe eer zo beter naar Parijs te begeven en nam dus een rijtuig dat hem over de havenstad Harfleur en het schone Caudebec langs de oever van de Seine te Rouen bracht. Met veel genoegen beschouwde Lijnslager deze stad en zich terstond herinnerende dat zijn kantoor daar correspondeerde met het kantoor van Rouvry en Mitry, kon hij niet nalaten bij dezelfde een kort bezoek af te leggen en tevens te vernemen hoedanig hij te Parijs gekomen zich het veiligst naar Holland zou begeven. Met welk ene zee van plichtplegingen werd Lijnslager
door den heer Rouvry overladen. Nooit had deze zich het onuitsprekelijk genoegen durven voorstellen van persoonlijke kennis te maken met den heer Lijnslager, waarna hij reeds zoveel jaren gereikhalsd had. Het was zeker een ongeluk dat men zich enige dagen in zijn oogmerk verijdeld zag, maar hij dankte de hemel dat voor hem daardoor juist de gelegenheid geboren was om de zo lang reeds gevestigde achting door de band van persoonlijke vriendschap te versterken met 100 zulke fraaiigheden meer. De kleine beleefdheden in de herberg te Havre de Gras, Lijnslager aangedaan, hadden hem reeds doen verwonderd staan over het verschil tussen twee grote volkeren door een zo kleine plas water gescheiden. In de heer Rouvry ontmoette Lijnslager de beleefde en beschaafde man, doch het viel hem moeilijk om te geloven dat alle de betuigingen van hoogachting en vriendschap hoger te schatten waren dan loutere plichtplegingen, schoon hij echter niet ontkennen kon of hij gaf dezelve de voorkeur boven de stroeve en trotse behandeling hem bij deze en gene Engelse bejegend. Zowel de heer Rouvry als zijn compagnon Maitry deed Lijnslager de weinige uren die hij zich te Rouaan ophield alle mogelijke genoegens aan. Zij leidden hem de schoonste gedeelten van die aan de Seine zo vrij gelegen, welgebouwde en bevolkte stad door en rustte niet voordat Lijnslager de beroemde klok Georges d'Amboise, een der grootste klokken der wereld, gezien had. Langs de kaai zag Maurits een schipper die verscheiden malen in een jaar aan zijn kantoor kwam, liggende met zijn schip zeilree om nog die dag naar Holland te vertrekken. Ogenblikkelijk besloot Lijnslager hem een brief aan zijn vrouw mede te geven, daar deze misschien spoediger dan over land, waar hij om het vijandelijke leger een omweg maken moest, haar in handen zou komen. Hij schreef dezelve op het kantoor van Rouvry en Maitry, haar berichtende dat hij gehoopt had reeds op die tijd thuis te zijn, maar dat hij, naar het beloop der zaken, reden had om wel tevreden te wezen, er een beknopt verhaal van de ontmoeting met de Duinkerkse kaper bijvoegende. Hij hoopte, gaf hij voorts te kennen, nog deze dag zijn reis naar Parijs te vervolgen en zou daar gelegenheid zoeken om hoe eer hoe beter op een veilige wijze te Amsterdam terug te komen. Lijnslager gaf de schipper zelf de brief met verzoek om die eigenhandig te bestellen en zijn vrouw te verzekeren dat hij hem persoonlijk in goede welstand had aangetroffen. De schipper zocht hem nog te bewegen om met hem scheep te gaan, daar zij zeker, als de gelegenheid zo bleef, zeer spoedig te Amsterdam zouden zijn. Maar de onaangename ontmoeting op de Engelse parket en de zucht van Lijnslager om, daar nu toch de loop der omstandigheden dit medebracht, ook de beroemde hoofdstad van Frankrijk te zien, deden hem de schipper voor zijn aanbod bedanken. Hij nam hierop de reis van Rouaan ter rechterzijde van de kronkelende Seine en reed tussen groot en klein Andely henen, waar het krielde van pelgrims die zich naar de fontein aan de heilige Clotilde toegeheiligd begaven om aldaar van velerlei soorten van lichaamsgebreken verlost te worden. Weldra naderde hij het bekoorlijk op een heuvel liggende Montmorency. Daar enige ogenblikken vertoevende beschouwde hij met verrukking de fraaie vallei waarin hij, schoon het najaar reeds een eind gevorderd was, nog de sporen der vruchtbaarheid ontdekte. Het meisje uit de herberg, een kleine vriendelijke Française, welke grote bruine ogen en lestige gestalte het gebrek aan de regelmatigheid van trekken vergoedde, bood hem een drank aan, die zij de Montmorency uit de daar groeiende kersen bereidde. O, het speet haar oneindig, boven alle uitdrukking, dat my lord hier niet vroeger geweest was, want dan zou hij de schoonste kersen van de gehele wereld gegeten hebben. O, geheel Parijs was verslingerd op dat goddelijk voortbrengsel van Montmorency. Diegene kersen van Montmorency geproefd had, had nog nooit enige lekkernij geproefd. Zo en veel meer praatte het bevallige snapstertje en Lijnslager bewonderde in haar het karakteristieke van haar natie, zo recht het tegendeel van dat der Engelsen, om namelijk door een vloed van aangenaam klinkende woorden de toehoorder te overstelpen en door liefelijke voordracht, bijna tegendankt, doen geloven dat de opgehemelde zaken een ongemene,
of ongehoorde mate van voortreffelijkheid bezitten. Lijnslager, schoon voor zichzelf overtuigd dat wat het meisje met hare gladde tong ook zwetste van de kersen van Montmorency, deze waarschijnlijk op haar best gelijk zouden staan met de kersen die ruim 3 uren van zijn geboortestad de boomgaarden van de Beverwijk verschaffen, kon niet nalaten te watertanden van verlangen op de zo uitlokkende beschrijving en te wensen dat hij juist de tijd van het jaar mocht getroffen hebben waarop de omstreken van Montmorency deze bekoorlijke vrucht opleveren. Montmorency achter zich gelaten hebbende, kwam hij al spoedig door het beroemde en aloude Saint-Denis, daar hij de zo bekende abdij de Benedictijnen liggen zag, waar de overblijfsels der Franse vorsten in kostelijke praalgraven bewaard worden. Doch terwijl de avond reeds begon te vallen, haastte zich Lijnslager om de beroemde hoofdstad van Frankrijk te bereiken. Binnen weinige minuten reed hij die luisterrijke stad in, welke schoon evenmin als Londen, ten zijne tijd, halende in uitgebreidheid en luister, bij het tegenwoordige Parijs, echter reeds ongemeen groot van omvang en van een groot aantal allerkostbaarste gebouwen voorzien was. Het enige adres dat Lijnslager te Parijs had, was bij de bankier La Rose, en daar hij zich maar korte tijd in die stad dacht op te houden, zocht hij naar geen ander, dan alleen naar zodanig een, het welk strekken kon, om hem op een veilige wijze door de legers, zo van de Spanjaarden als van de Staten heen te helpen. En wie kon hij daartoe geschikter vinden dan de Zweedse afgezant, zijn landgenoot Huig de Groot, die zo onwaardiglijk door zijn landgenoten behandeld, thans aan het Franse Hof het Koninkrijk Zweden vertegenwoordigde. Schoon Lijnslager geen persoonlijke kennis aan hem had, dan alleen dat hij hem eenmaal te Rotterdam op straat jaren geleden ontmoet had, waagde hij het echter zeer gerust om een bezoek te geven aan een man van wie het algemeen bekend was dat hij, hoe ook miskend en mishandeld door sommige zijner landgenoten, een onuitdoofbare liefde voor zijn vaderland bleef behouden. Lijnslager ondervond dit toen hij zich had doen aanmelden. In het voorvertrek bevond zich juist, toen een knecht hem de deur opende, het beroemde Elsje van Houwingen, en daar de knecht hem berichtte dat de heer de Groot niet te spreken was, zeide Elsje, die aan de naam van Lijnslager hoorde, dat het een Hollander was. Ga niet heen, meneer, gij zijt waarschijnlijk een Hollander. Lijnslager antwoordde, gij hebt het geraden. Nu toef dan nog een kleine poos, hernam zij, ik zal u aandienen bij mijn heer. Hij heeft vele bezigheden en zijn tijd is te dierbaar om hem die door elke nieuwsgierige beuzelaar of ellendige tijddoder te laten ontroven. Maar hij zou het zeker niet wel opnemen wanneer hij erachter kwam dat men een Hollander onaangediend had afgezet. Lijnslager, nu in een zijvertrek gelaten, verbeeldde zich in zijn vaderland verplaatst te zijn. Hij zag de wand versierd met het portret van de ongelukkige grijsaard Oldenbarneveld. 2 fraaie afbeeldingen hingen er verder van het kasteel Loevestein, terwijl hij aan de andere zijde in de portretten van de Groot en zijn vrouw door Mierenveld geschilderd, dat edelpaar, schoon hij het slechts eenmaal gezien had, terstond herkende. Weldra kwam nu de Groot uit zijn studeervertrek en ontving hem met al de minzaamheid van een goede bekende, toen hij van hem verstaan had dat hij niet alleen een landgenoot was, maar een koopman uit Amsterdam, die stad, welke hem dierbaar geworden was, uit hoofde van de herbergzaamheid, eindeloze bewijzen van hoogachting, hem daar bewezen, toen hij de laatste hoop voelde dat zijn vervolgers, eenmaal uitgewoed, hem ten minste als een stil burger geduld zouden hebben op de vaderlandse grond, hem alleen ontzegd, omdat hij een trouwhartig voorstander van deszelfs zo duur verkregen rechten. Nog nam de gemeenzaamheid tussen de Groot en Lijnslager toe, als hij vernam dat Lijnslager ook een bijzonder vriend was van Van Vondel, wiens bekende gevoelens hem waarborgden, dat Lijnslager althans geenszins tot de zodanigen in zijn vaderland zou behoren, welke zijn ballingschap een rechtmatige straf oordeelden, of van gevoelen waren, dat met hem de Hogerbeets dezelfde weg als met Barneveld had behoren ingeslagen te zijn. Lijnslager verhaalde hem verder zijn eigen lotgeval,
hoe hij wenschte van zoodanige passen voorzien te worden als hem veilig door de vijandelijke legers heen en terug in het vaderland helpen konden, daar hij voornemens was om na een korte bezichtiging van Parijs naar Holland terug te keren. De Groot betuigde hem dat hij daartoe zeer gereed binnen 2 dagen gelegenheid vinden zou en dat het hem hartelijk verheugde dat hij eenen landgenoot verplichten kon, maar dat hij echter eene voorwaarde te bedingen had, namelijk dat Lijnslager bij hem over 2 dagen het middagmaal zou komen houden, wanneer hij in staat hoopte en vertrouwde te zullen zijn om hem de verlangde papieren ter hand te stellen en hem een veilige en vrije toegang te verlenen naar dat land, het welk voor hem als eene balling gesloten was. Lijnslager aarzelde eerst om dit onverplicht verzoek aan te nemen, doch ziende dat er De Groot op gesteld was, vond hij geen reden tot weigering en bespeurde duidelijk dat er zich een glans van genoegen op deszelfs gelaat verspreidde toen hij hem beloofde te zullen komen. De 2 volgende dagen besteedde Lijnslager, geleid door een gids, hem door de bankier La Rose toegevoegd, met de merkwaardigste pleinen, voorsteden en gebouwen van Parijs te bezichtigen. Hij bezocht eerst het paleis der Tuilerieën, ruim 80 jaren geleden door Catharina de Medicis, eene vorstin die eene grote liefde voor de schone kunsten in haar boezem voedde, aangelegd en daarna door Hendrik de IV vergroot. Hij bewonderde bovenal de aanleg der tuinen en wandelwegen en hoe Le Nôtre in een zo klein bestek naar evenredigheid zulk een groot aantal van wandelperken en lanen had weten aan te leggen, dat men zich eer verbeelden zou op een uitgestrekt landgoed dan midden in eene grote en volkrijke stad in een beperkte tuin te zijn. Men was nog bezig met de bouw van het Paleis Royal door de bouwmeester Merlier, sedert enige jaren op last van de kardinaal Richelieu aangevangen. Het Théâtre Italien voorbijwandelende verhaalde hem zijn gids dat deze komedie de oudste in Parijs was, want dat koning Hendrik de III eene troep onder de naam van Gli Gilosi, of de naijverigen bekend uit Venetië, ontboden had, die echter eerst in het Hotel de Bourbon gespeeld had. Met een hart vol aandoening beschouwde Lijnslager het Palais de Louvre, daarbij welke ene statelijke en sierlijke vertoning hetzelfde ook maken mocht, zich de gruwel van Karel de IX herinnerende, toen die Franse Nero uit de vensters van dat paleis op Sint Bartholomeus nacht op de ongelukkige en goddeloos verraden hugenoten als jachtvee geschoten had, ja in dat paleis zelf, tot in de slaapkamer van zijn koninklijke zuster toe, de gevluchte rampzaligen had doen vervolgen. Er ging eene zo ijselijke gewaarwording door zijn edel hart, dat hij zijn gids verzocht hem verder te geleiden en andere merkwaardigheden der hoofdstad aan te wijzen. Het verheugde hem echter toen zijn gids hem verhaalde hoe weinige jaren geleden het genootschap van geleerden naderhand zo vermaard geworden onder de naam van Académie Française aldaar gesticht was en hoe er eene zaal in dit gebouw voor die geleerden was aangelegd, want schoon Lijnslager geenszins tot de eigenlijk gezegde geletterden behoorde, hij was zeer doordrongen van het besef dat de beoefening der kunsten en wetenschappen een allerheilzaamste invloed op alle standen der maatschappij heeft, zo tot de verzachting en beschaving der mensen in het algemeen als ter bevordering van vele handwerken, fabrieken en ter uitbreiding van de koophandel zelf. Hij was overtuigd dat schoon zeker het zogenaamd goed geluk dikwerf de oorsprong aan uitvindingen gegeven had, echter zonder de verstandige beoefening der wetenschappen dezelve niet veel meer dan een vernuftig kinderspel voor de mens zouden gebleven zijn. Hij gevoelde hoeveel nuts de koophandel en de zeevaart van de wetenschappen getrokken had, die zonder de ondersteuning der wis- en sterrenkunde nimmer tot die uitgebreidheid zouden gekomen zijn, en beweerde dikwerf dat de toekomst misschien leren zou dat er nog vele zaken verborgen waren welke de vlijtige beoefening der sterrenkunde tot nut der zeevaart ontdekken zou. Op de Pont Neuf, krielende van voetgangers en rijtuigen, hield hij met zijn gids een geruime tijd stil, om van dezelve een der verrukkelijkste stadsgezichten te genieten die ergens ter wereld gevonden worden, maar met een mengsel van eerbied
en bewondering bleef hij staan bij het nu even voltooid standbeeld van koning Hendrik de Vierde, die met zooveel recht de naam van de Groot droeg als misschien immer enig vorstelijk persoon, want vervuld met edele gevoelens, voortvloeiende uit een menslievend hart, zal hij door alle onpartijdigen altijd als een sieraad van de troon en als een voortreffelijk mens geëerbiedigd worden. Lijnslager zag in dat gedenkstuk, nog blinkende van nieuwheid, de koning, de helft meer dan levensgrootte van gegoten koper, geharnaste paard zitten, staande op een wit marmer voetstuk. Hij zag vier koperen beelden, gebonden slaven voorstellende, aan elk der hoeken van het voetstuk en op hetzelfde vier platen met opschriften tot lof van die vorst. Zijn gids was niet uitgeprezen in de lof van die goede koning en Lijnslager hield het daarvoor dat deze eenvoudige lofspraak van meer waarde was dan de sierlijkste en kunstigste, dikwerf opgesteld met een hart koel voor de verdiensten voor het voorwerp, maar gloeiende van eerzucht en hoop om zich door dezelve de weg tot gunst en aanzien bij de opvolger van de mild bewierookte vorst te banen. Met siddering beschouwde Lijnslager aan het einde van de Rue Saint-Antoine het verschrikkelijk gebouw onder de naam van de Bastille bekend, bestaande uit 8 ronde, zeer hoge torens, die door middel van even hoog gemetselde muren aan elkander gehecht waren. Schoon zijn leidsman hem slechts weinig van dat gebouw zeide, was deszelfs toenmalig gebruik bekend genoeg aan Lijnslager om met een zielvol weedom zich te herinneren hoe deze muren somtijds wel tot eene verblijfplaats dienden van staatsgevangenen, die zich vergrepen hebbende tegen de orde der maatschappij met recht aan dezelfde ontrokken werden, maar helaas te dikwerf tot de ellendige en schandelijke huisvesting verstrekten van onschuldige slachtoffers van haat en vervolging. Een huivering ging door zijn leden toen hij nadacht hoe velen door de lichtgeraaktheid van een staatsdienaar of de gril van een gebelgde hofdame hier levendig begraven onder vochtige gewelven naar de godheid jaren vruchteloos om redding en verlossing te hebben aangeroepen de zinneloosheid of de dood als het grootste gunstbewijs afsmeekten. Hij werd, daar deze gedachten in zijn ziel vermenigvuldigden, als werktuigelijk door schrik van dit gesticht weggedreven en haastte zich met zijn gids tot het beschouwen van aangenamer voorwerpen. Onder deze telde hij L'Hôpital de Charité, door de koningin Maria de Medicis gesticht. Daar hij in andere steden meer zodanige gebouwen van binnen gezien had, was hij tevreden met het bericht dat hem zijn gids wegens dit gebouw mededeelde, hem meldende dat hetzelfde meer dan 200 bedden bevatte en in 8 grote zalen verdeeld was, van welke ieder de naam droeg van een heilige, zijnde die heilig in de zaal aan hem toegewijd afgebeeld. Onder andere roemde deze zeer het schilderstuk van Testelin in de zaal van Saint-Louis, waar deze afgebeeld was als de wond van een kranke pijlende. Onder alle overige merkwaardigheden die met een verbazende snelheid zich aan de ogen en de geest van Lijnslager opdeden en een diepe indruk achterlieten, was bovenal het uitstekend prachtig paleis Le Luxembourg geheten door Maria de Medicis, de weduwe van Hendrik de Vierde gesticht en door ene Jacques de Bros voltooid, naar het model van het paleis Pitti de Florence, dat zich Lijnslager op de eerste blik met een ongemene levendigheid herinnerde. Op aanprijzing van zijn gids bezichtigde hij ook dat gebouw van binnen, waar het zeker door keurig beeldhouwwerk volkomen aan de uitwendige fraaiheid beantwoordde, maar niets was treffender voor Lijnslager dan het gezicht van de prachtige kunsttaferelen door het meesterlijk penseel van Rubens geschilderd en de geschiedenis van Maria de Medicis zinnenbeeldig voorstellende. Hier bewonderde hij het goddelijk kunstvermogen van die verheven en edeldenkende meester en het gaf hem een strelend gevoel dat hij de man van zo nabij kende wiens vernuft de schepper was van deze taferelen die tot een levendig bewijs strekken van de verheven vlucht welke de verbeelding door kunst en oordeel geleid nemen kan. 2 dagen besteedde hij
aan het bezigtigen van deze voortreffelijkheden van Parijs en begaf zich op den bepaalden tijd naar de woning van de Groot. Minzaam en hartelijk was nu de ontmoeting en voordat zij aan de maaltijd gingen, gaf hem de Groot de papieren die hij nodig hebben zou om zonder aanmerkelijke vertraging door de Spaanse Nederlanden en het leger van de prins te komen, dat op de hoogte van Offelt lag nedergeslagen. Lijnslager betuigde hem zijn oprechte dank voor dit bewijs van hulpvaardigheid. Weinig genoeg, zeide de Groot, met een verkropte zucht, veel te weinig ben ik in de gelegenheid om mijn landgenoten enige dienst te doen, dan dat ik die met geen bijzondere drift en vreugde zou aangrijpen. Want schoon ik door de natuur aan alle mensen door de gemene band van broederschap verbonden ben, blijft er, ondanks alles wat er gebeurd is, dat ik zo gaarne geheel zou willen vergeten, er in mijn ziel een bijzondere trek tot mijn vaderland over. Ja, het is de alwetende bekend, hoe dikwijls uit mijn hart de bede oprijst, dat de zaken in het vaderland nog eenmaal die keer mogen nemen, dat ik, al waren het de laatste dagen van mijn leven, daar mocht doorbrengen. Zelfs, schoon ik wel weten dat dit de proef van enige strenge wijsbegeerte niet kan doorstaan, ja, onder de zwakheden mag geteld worden, ik beken gaarne dat het mij een strelende gedachte is, als ik mij voorstel dat mijn lijk in het graf mijn voorouderen zal worden bijgezet. God heeft om wijze redenen, zo het mij toeschijnt, het menselijk hart zodanig een trek ingedrukt, dat nog jaren, nog zelfs om de wille van het vaderland geleden rampen, in staat zijn om dezelve uit te wissen. Ja, elk jaar dat ik klim, wordt mijn zucht tot hetzelfde groter. Nu begaven zij zich naar het vertrek waar Lijnslager, mevrouw de Groot, hare dochter Cornelia en de overige kinderen aantrof, bij een zindelijk gedekte dis. Ook vond hij er de heer Door, voorheen leraar te Sedan, maar thans predikant in de huiskapel van de Groot. Met ongemene vriendelijkheid werd Lijnslager ook door mevrouw de Groot ontmoet, die hare gulle Zeeuwse zeden in Parijs had medegevoerd. Na de afgelopen plichtplegingen zeide zij met een grimlach: mijn man heeft u gevraagd, meneer, gelijk hij altijd gewoon is omtrent landgenoten die hem komen opzoeken. Maar gij zoudt u bedriegen als gij u voorstelde dat gij hier op een uitheemse wijze zoudt onthaald worden, omdat gij in het hotel van de ambassadeur van Zweden zijt. Behalve dat het zeer slecht met de betaling van ons hof gaat, moet gij wel bedenken dat gij bij een geboren Hollander en bij een Zeeuwse vrouw zijt, die alles doet wat zij kan om de vaderlandse zeden in haar huis en aan hare tafel te bewaren. Maar gij zult er toch geen zeevis vinden, zoals in de Hollandse en Zeeuwse, zo nabij aan zee gelegen steden. Lijnslager zeide: ik wenste, mevrouw, dat ik eens in de gelegenheid was om aan mijn huis te Amsterdam u ten minste een wederkerig blijk van mijn dankbaarheid te geven en op goede zeevis te onthalen. Mevrouw de Groot, gij zijt wel zeer verplichtend, meneer, voordat gij iets genoten hebt. Men meent hier in Frankrijk dat de Hollanders lomp zijn. En zeker in vergelijking van de beleefde en vlugge Fransjes hebben zij iets stijfs en onbuigzaams. Maar indien zij u onder dezelfde telden, zou ik hen voor valse beschuldigers houden. Maar gij zult toch niet lang behoeven te wachten. En nu droeg men de spijs op. Plaatsnemende, zeide mevrouw de Groot, gij zult er u niet aan ergeren, meneer, dat aan deze huiselijke maaltijd Elsje van Houwelingen mede aanzit. Sedert de onvergetelijke dienst en trouw die zij mij bewezen heeft in het helpen redden van mijn man, heb ik haar niet langer als mijn dienstbode willen aanmerken, maar haar als mijn vriendin bij mij gehouden, daar zij, schoon in een lage stand geboren, een hart bezit dat een troon versieren zou. Ja, zeide de Groot, in dat hart, meneer, maken onversaagdheid en trouw de grondslagen van haar karakter uit. Maar men zal ook zeldzaam bij kleinmoedigen bewijzen van grote trouw aantreffen. Ook mijn secretaris van der Velden is gewoon aan onze huiselijke dis aan te zitten. Ik heb u ook
voor hem geene verschoning verzocht, daar ik weet dat de echte ouderwetse Hollanders zelf zijne bedienden niet als slaven, maar als waardige leden van zijn huisgezin aanmerkt. Lijnslager zeide dat hij het zich tot eene bijzondere eer zelfs rekenen zou met Elsje van Houwelingen aan eene tafel te zitten, daar ook de verdiensten van Van der Velden zo voortreffelijk en bekend waren, dat hij reeds vroeg meer als de vriend dan de dienaar van de Groot mocht worden aangemerkt. Daarenboven, voegde de Groot erbij, het is nog niet lang geleden of deze twee jonge lieden zijn door het huwelijk met elkander verbonden. Ik mag zeer gaarne zulke personen aan mijn tafel hebben, vooral wanneer zich zedige ingetogenheid met ware liefde verenigt. Nu namen zij plaats aan de dis en Lijnslager vergat wel ras door de gulle gemeenzaamheid en vriendelijke gesprekken die er gewisseld werden aan denzelven dat hij aan de tafel van de Zweedse afgezant gezeten was. Hij betuigde onder anderen zeer zijn genoegen dat daar de Groot zoveel onrecht in het vaderland gedaan was, hem zo openlijk voor geheel Europa door het Zweedse hof recht gedaan werd. Ja, zeide mevrouw de Groot, van die zijde beschouwd, meneer, ben ik zeer tevreden, en schoon mijn de Groot zegt dat ik met meer gematigdheid over onze vijanden moet spreken en denken. Ik ontken het niet, bijzonder ben ik er verheugd over, omdat de verachtelijke benijders van de verdiensten van mijn man, die zijn val berokkend hebben, zich dood moeten schamen, dat zij een onschuldig man vervolgd hebben. Ja, zo God hun raadslagen niet verijdeld had, de weg van Barneveld hem zouden hebben doen gaan, die door een vreemde mogendheid met niet minder vertrouwen vereerd wordt dan om haar bij een andere mogendheid te vertegenwoordigen. Ik kan mij voorstellen hoe die nijdige booswichten nu van spijt barsten. Ja, ik wenste dat prins Maurits zelf het had mogen zien. Maar anders, meneer, is er ook niet veel hel te beleven aan een afgezant te zijn. Een Amsterdams koopman, schoon hij zeker ook wel zijn zorgen hebben zal, heeft het buiten twijfel veel beter. Allerhande soorten van kibbelarijen en groter en kleiner onaangenaamheden, die toch altijd van een netelige aard zijn en die gevaarlijk, zelfs in de gevolgen kunnen worden, maken dagelijks het leven van mijn man lastig. De Groot, mijn vrouw, meneer, doet zoals de meeste mensen. Zij klaagt over de stand waarin wij geplaatst zijn, waarvan zij de onaangenaamheden kent, en schildert zich die, welke zij niet kent, alleen van de behagelijke zijde, die zich naar buiten vertoont. Lijnslager, ik geloof dat ieder stand zijn zwarigheden heeft, aan die van een koopman, hoe bekoorlijk zichzelf ook van buiten aanzien laat, zijn er ook wel degelijk gehecht. Immers, ter voorkoming van grote schade, heb ik mij naar Engeland moeten begeven. Nu, dat reisje betekent zoveel niet, maar op de overtocht door een kanonschot ontwaakt te worden, dat door verscheiden anderen gevolgd werd, zoals plaats had, toen men de pakket nam, waarop ik naar Holland voer, is alles behalve aangenaam. En schoon dit gewoonlijk niet op de taarling van het koopmansleven loopt, de een heeft deze, de andere geen onaangename bejegeningen. Mevrouw de Groot, denk niet dat zelfs hier in Parijs de afgezant van de Zweedse kroon voor een kogel veilig is. Het is immers nog maar weinige jaren geleden dat mijn de Groot van het hof komende, waar hij een heer aan de koning had aangeboden, men, bezig met enige rovers op een der pleinen van deze stad ter dood te brengen, de koets waarin mijn man gezeten was en deszelfs gevolg door eene bende schelmen hield, welke die rovers uit handen van het gerecht wilde ontzetten. Eene grove en mij onbegrijpelijke dwaling. In het kort, meneer, het volk werd zo woedend dat men op de koets verscheiden schietgeweren loste. De koetsier viel dood van de bok en er snorden enige kogels geen twee duim afstands van het hoofd van de Groot. Lijnslager, en hield deze dwaling niet spoedig op. De Groot, niet voordat ik hun duidelijk bewijs gegeven had van het karakter dat ik bekleedde. Lijnslager, zeer zeker zullen zij die daaraan handdadig waren voor dat misdrijf hebben moeten boeten. De Groot, gij begrijpt dat ik deze zaak mij wel moest aantrekken, voornamelijk om het karakter
dat ik bekleedde op het ogenblik dat deze misstanding plaats had. Maar mevrouw de Groot, denk meneer, hoe zacht mijn de Groot omtrent deze baldadigheden en woeste hoop die de handen van het gerecht niet ontkomen was, gehandeld heeft. Hij is in persoon naar de koning gegaan en heeft voor hun lijfsgenade verzocht en verworven. De Groot, ik zou, zo ik anders gehandeld had, mijzelf van eene zeer vrede en schandelijke handelwijze beschuldigd hebben, daar, hoe groot het gevaar was, dat ik door deze misleiding gelopen had, ik door Gods genadige voorzienigheid ontkomen was, en er geen het minste spoor van eene boosaardige toeleg gevonden had. Lijnslager bracht het overige van de dag in dit gezelschap door, en de Groot betuigde, bij de scheiding, dat hij, met Lijnslager sprekende, zich dikwerf verbeeld had in het vaderland te zijn, en dat hij zulke dagen, welke hij met Hollanders doorbracht, onder de aangenaamste van zijn leven telde. Mevrouw de Groot beloofde Lijnslager dat zij, als zij eens te Amsterdam kwam, want van tijd tot tijd kwam zij in het vaderland, hem en zijn vrouw zou opzoeken en verwachtte dat hij dan woord houden zou en haar op vaderlandse zeevis onthalen. Einde van het 14e hoofdstuk. Hoofdstuk 15 van het leven van Maurits Lijnslager deel 3 door Adriaan Doosjes Pietersoon. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. 15e hoofdstuk. Daags na het bezoek bij de Groot vertrok Lijnslager uit Parijs en daar zijn papieren in uitstekende orde waren, ontmoette hem, over de Franse grenzen gekomen, geen tegenstand hoegenaamd, voordat hij aan het staatse leger genaderd was. Hier waren, uit hoofde dat prins Frederik Hendrik een bijzondere aanslag in het hoofd had, de orders zeer gestreng, en niemand, hoe deugdelijk ook het voorkomen van zijn papieren waren, mocht het leger door, of hij moest dezelfde eerst aan het hoofdkwartier, toen te Offelt gelegen, hebben overlegd. Schoon dit aanmerkelijk de reis van Lijnslager vertraagde, was er voor hem niets anders op dan zich aan de noodzakelijkheid te onderwerpen. Hij was daarenboven gerust dat zijn papieren terstond aan het hoofdkwartier zouden worden goedgekeurd en hij dus binnenkort in de schoot van zijn huisgezin terug zou zijn. Aan het hoofdkwartier gekomen, werd hij ogenblikkelijk naar zijn verlangen geholpen en de deugdzaamheid zijn papieren erkend zijnde, verkreeg hij terstond vrijheid om zijn reis voor te zetten. Frederik Hendrik, die beminnelijke vorst uit het Huis van Oranje, welke de Nederlandse natie zo wel kende en er wijselijk er zich aan gelegen liet zijn om meer door minzaamheid dan gezag de harten der landzaten tot zich te trekken en op zodanig ene wijze de grootheid en het aanzien van zijn doorluchtig stamhuis uitbreidde, dat zij hem als van lieverlede werden opgedragen, gaf aan alle landzaten die toevallig het hoofdkwartier bezochten gereden toegang. Lijnslager nam dus ook deze gelegenheid waar om bij de vorst in deszelfs legertent zijn opwachting te maken, waar zulks met minder plichtplegingen en op kleiner afstand dan ten hove geschiedde. Hij vroeg Lijnslager naar de oorzaak zijner reizen en verstaande hoe hij door een Duinkerkse kaper in zijn oogmerken was belemmerd geworden, ja alleen door stoutheid en goed geluk ontsnapt was, zeide hij: waarlijk, ik verheug mij dat ik zoveel blijken van de nationale heldenmoed in alle standen aantref. En zich toen wendende tot Michiel Adriaanszoon de Ruiter, die zich juist in het leger bevond, om de prins voor zijn aanstelling als schout bij nacht dank te zeggen, vervolgde hij: het is jammer, schout bij nacht, dat die heer koopman is. Hij heeft anders de moed die hem eene kapiteinsplaats op de vloot voor Portugal zou waardig maken. Na deze opwachting zocht Maurits gelegenheid om spoedig te vertrekken en vond dezelve ook zeer gereedelijk, daar hij, na het aflopen van het gehoor bij de prins van de Ruiter, verstond dat deze mede voornemens was ogenblikkelijk het hoofdkwartier te verlaten, daar zijne tegenwoordigheid aan 's lands vloot op de Ree van Vlissingen liggende vereist werd. Lijnslager verbeurde zich zeer dat hij de Ruiter tot zijn reisgenoot aantrof,
wiens naam, schoon op dat ogenblik nog niet tot die trap van roem gestegen, welke dezelve eerlang bereikte, reeds met grote lof bekend was, vooral bij de zodanigen die als Lijnslager onmiddellijk belang hadden bij de onbelemmerde zeevaart en de veiligheid van de koophandel. Ongemeen groot was het genoegen van Lijnslager over het onderhoud dat hij staande die dag met de ruiter over onderscheidene zaken had, en bovenal schepte hij vermaak in de berichten die de schout bij nacht hem gaf van de landen en de kusten door hem bezocht. Deze verhaalde alles zo natuurlijk en eenvoudig en met een zo ongemaakte nederigheid dat Lijnslager van ogenblik tot ogenblik groter hoogachting voor hem opvatte. Inzonderheid beklaagde hij zich dat over het algemeen door de zeelieden te weinig waarnemingen gedaan werden, en zo zij al enige ontdekkingen deden, zij daarvan te weinig aantekeningen hielden. Hij verhaalde zo aan Lijnslager hoe hij op 2 tochten van Brazil naar de Caraïbische eilanden ontdekt had, hoe die eilanden 130 mijlen meer oostwaarts lagen dan op de zeekaarten was aangewezen. Toen Lijnslager in hun gesprek over de Duinkerker kaper die de pakketboot genomen had, sprak, verhaalde de ruiter hoe het dikwijls genoeg was om die zeerovers met moed het hoofd te bieden. Want, zeide hij, dit hebben zij met alle rovers en dieven gemeen. Zij zijn altijd bevreesd dat zij hunne mannen zullen vinden. Het komt nu zo te pas dat ik het verhaal en het kort, misschien de tijd niet geheel onaangenaam, schoon ik het anders walgelijk vind, dat men praat van zijn eigen daden. Toen ik onlangs met het schip Vlissingen van de heren Damsen, mijn meesters, aan welke ik naast God en mijn ouders alles te danken heb, wat ik geworden ben, van Verambouk op Brazil naar het vaderland terugkwam en op de hoogte van Calais gekomen was, kreeg ik 2 Duinkerker fregatten in het oog. Ik ontdekte duidelijk dat zij een prijs bij zich hadden. Met overleg van mijn stuurman besloot ik te beproeven of het niet mogelijk was om door een stoute houding aan te nemen hun prijs te ontjagen. Ik deed zoveel zeilen bijzetten als het maar even leiden kon en hield op het prijsschip aan dat op een kleine afstand van beide de Duinkerkse fregatten was, en geen van beide had lust of moed om, toen ik het prijsschip onder mijn bescherming genomen had, het mij weder te ontnemen. Maar schoon mij zulke kleine ondernemingen gelukt zijn, wil ik u niet ontkennen dat ik er waarlijk te weinig grond in vinde voor die onverwachte bevordering welke de Heere Staten omtrent mijn persoon goed gevonden hebben. En ik betuig u oprechtelijk dat ik dikwerf vrees dat ik niet aan hunne te grote verwachtingen beantwoorden zal. Evenwel, ik zal onder Gods zegen beproeven wat ik met de vloot die de nieuwe koning van Portugal de Staten beloofd heeft uit te rusten tegen de oude vijand van de staat zal kunnen uitrichten. Onder deze en dergelijke gesprekken brachten zij met elkander de dag door. Lijnslager vatte eene onbegrensde hoogachting voor de ruiter op, en deze vond van zijne zijde zoveel smaak in de omgang met Lijnslager dat hij alle pogingen aanwendde om hem over te halen om met hem naar Vlissingen te vertrekken. Evenwel hield hij af toen hem Lijnslager onder het oog bracht hoe zijne tegenwoordigheid op zijn kantoor vereist werd, daar zulk een uitstap als hij nu gedaan had voor een Amsterdams koopman van veel grotere betekenis was dan zich iemand buiten dat bedrijf kon voorstellen. Ook ontveinsde hij niet dat zijn verlangen naar zijn vrouw en lieve kinderen, die daar zijn reis nu enige heel andere wending genomen had, zeker zeer verlangen zouden dat hij, hoe eer zo beter, tot hen wederkeerde, medewerkten om hem voor dit aanbod te doen bedanken, anders zo aanlokkende, ook omdat hij nog nimmer in Zeeland geweest was of het zo beroemde Vlissingen gezien had. Deze reis was de grondslag van de kennis tussen de ruiter en Lijnslager, welke enige jaren later vernieuwd werd. De hoop der reizen van Lijnslager bracht mede dat hij Rotterdam aandeed, en dus verraste hij zijn broeder en zuster met een kort maar aangenaam bezoek, en verstond tot zijne vreugde hoe zij nog die dag een bericht van Amsterdam ontvangen hadden dat zich zijn vrouw en kinderen in volkomen welstand bevonden, het welk hem te aangenamer was omdat hij nu sedert 3 weken niets van hun vernomen had. Hij wilde ook een bezoek
aan zijn vriend van Teylingen, die omtrent die tijd hoog heemraad van Schieland geworden was, geven, maar zijne vrouw berichtte hem dat juist haar man op de partij was waar hij als zodanig zou worden geïnstalleerd. Zij vreesde dat het haar man groot leed zou doen, zo hij hoorde dat Lijnslager in Rotterdam geweest was en hij hem niet aangetroffen had, te meer omdat zij hem had horen spreken van zekere verzoekschrift, dat door de Amsterdamse kooplieden aan de Heeren Staten was ontworpen om tegen de Duinkerkse roofschepen, die meer en meer de Hollandse koophandel afbreuk deden, te waken en waarover hij gezegd had, eens gaarne met Lijnslager te willen spreken. Lijnslager, die toch niet voor de volgende dag naar Amsterdam vertrekken kon, besloot om zijn vriend van Teylingen te gaan opzoeken. Op het oude gemeene landshuis van Schieland gekomen zijnde en zich hebbende doen aandienen, kwam van Teylingen, die in het midden van de maaltijd zat, juichende voor de dag toen hij de naam van Lijnslager gehoord had en zeide: "Welkom, mijn vriend, welkom, kom bij ons." Lijnslager verzocht verschoning, daar hij geheel geen oogmerk gehad had om in dat gezelschap te komen. Maar het was reeds verklapt geraakt onder de gasten, waaronder er verscheiden waren die Lijnslager zeer wel kenden. En daar het juist op het ogenblik was dat de graaf Floris de Vijfde de hengstbeker van Schieland werd ingeschonken, volgde nu de dijkgraaf van Teylingen en noopte Lijnslager met zo sterke aandrang om het overige van de maaltijd bij te wonen, dat hij achtte zich aan de schijn van onbeleefdheid te zullen schuldig maken, zo hij althans weigerde binnen te komen. De zaal waar de disch aangericht was, ingeleid zijnde, zag hij daar de leden van het heemraadschap van Schieland, na de belangen van hetzelfde behartigd en gezorgd te hebben voor het behoud en beste van dit zo aanmerkelijk gedeelte des vaderlands, zich aan gulle vaderlandse vrolijkheid overgeven. Nu kwam het tijdstip dat van Teylingen de graaf Floris de Vijfde als de hengstbeker werd toegebracht door de dijkgraaf en hij onder een luid gejuich als een lid van hun dijkscollegie werd verwelkomd. Nadat van Teylingen dezelve geledigd had, moest ook Lijnslager, welke nu als gast werd aangemerkt, het voetspoor van zijn vriend volgen. Wel was de plas wijn die in deze beker ging Lijnslager groot genoeg, wel zocht hij zich op onderscheiden wijze van het uitdrinken van dezelve te verschonen, daar hij, schoon in die tijden het drinken van veel wijn, vooral op zodanige gezelschappen, zeer in zwang ging, altijd afkerig was van het overdadig gebruik van dat aangenaam geschenk der natuur, de mens alleen ter matige verkwikking en versterking geschonken, maar van tijd tot tijd evenwel de doelenmaaltijden te Amsterdam bijwonende, was hij geenszins geheel vreemd om voor een enkele maal, als hij het niet ontgaan kon, hulde te doen aan een voorvaderlijk gebruik dat tevens met hun gulle zeden een overblijfsel was van woestheid. Hij nam dan ook de graaf Floris en dronk dezelve op het welvaren van Schieland en het hoogheemraadschap van Schieland leeg. Gedachtig aan een wel lang geleden, maar altijd voor hem onvergeetbaar gesprek tussen hem en zijn Maria, toen hij in de eerste dagen van hun huwelijk, bedwelmd door het overmatig gebruik van wijn, te huis gekomen was, liet hij het nu ook bijna geheel bij deze plechtige dronk berusten, ontsloeg zich van het verder mededrinken, maar bleef het overige van die lustige maaltijd bijwonen. De gesprekken werden nu, zoals veel al het geval is op zulke maaltijden, levendiger en levendiger. Maar gedurig bleef toch het hoogheemraadschap van Schieland en deszelfs belangrijkheid de aanzienlijke gasten voor de geest zweven. De een sprak van de uitgebreidheid van de omtrek van Schieland en begrootte dezelve op 7000 morgen lands. Een ander begon te roemen op de hoge ouderdom van hetzelve. Laat, zeide hij, het heemraadschap van Delftland zeggen wat het wil. Het is ontegenzeggelijk zeker dat op zijn laatst graaf Floris de Vijfde dit heemraadschap ingesteld heeft. Het bestond reeds in het jaar 1273. Immers het blijkt duidelijk dat er toen reeds een geregeld bestuur plaats had over het waterschap van Schieland. Weder een ander telde Lijnslager het aantal watermolens op die in Schieland gevonden worden,
en het groot getal sluizen waardoor Schieland zijn water in zee stort. Sommigen spraken tot lof der aanzienlijke steden en dorpen in Schieland gelegen. Ja, zeide Van Teylingen, wij weten wel, Lijnslager, dat ons Rotterdam niet tegen Amsterdam op kan in uitgebreidheid en rijkdom, maar de Rotterdamse kooplieden wijken voor de Amsterdamse geen haarbreed in bekwaamheid. En werp mij Schiedam niet weg, zeide een der ingelanden, op die bijeenkomst tegenwoordig. Ik weet wel dat er uit de hoogte door de grote steden op Schiedam wordt neergezien en dat men zelfs schamper het oude Schiedammetje droogbrood dikwijls in de mond heeft als men ervan spreekt. Maar men heeft daarvan een verkeerd begrip. Dat spreekwoord, in plaats van tot schande van de Schiedammers te strekken, is juist tot onze lof. Het is omdat wij, althans onze voorvaders, zich uitstekend zuinig ver boven andere ingezetenen gedroegen en als van droog brood in vergelijking van anderen leefden. In plaats van bier gebruikten zij wei of getapte melk en in plaats van vlees pekelharing of gezouten vis. Nu, nu, riep een ander, meneer van Schiedam, die tijd is nu bij u ook al over. Lijnslager hoorde al deze gesprekken, die half boertende en half ernstig gevoerd werden, met meer de koelheid aan dan de gasten, die reeds van het begin van de maaltijd af lustig hadden medegedaan. Kom, kom, mijn heren, zeide hij, laten wij die kleine schermutselingen over de meerdere of mindere voornaamheid van deze of gene steden daar laten. Is het mij geoorloofd, heer Dijkgraaf, dat ik een dronk instel waarbij wij allen belang hebben? Gaarne, zeer gaarne, was het antwoord. En nu vulde Lijnslager het drinkglas dat voor hem stond en stelde daarbij in: het lieve vaderland. Recht zo, recht zo, ging er nu een gejuich op, of wij in Noord-Holland of in Zuid-Holland, of wij in Schieland of Amstelland, of wij te Amsterdam of te Rotterdam, te Schiedam of te Alkmaar wonen, het vaderlandje lief moeten wij drinken. En zeide Lijnslager, wij moeten nooit zo ver gedreven worden door de liefde voor de stad of de plaats onze inwoning, dat wij daarom de algemene belangen van het lieve vaderland zouden vergeten. Gij spreekt uit mijn hart, zeide de Dijkgraaf, juist zo, zo denk ik er ook over. En nu nog een glas op het welvaren van alle de andere hoogheemraadschappen van Holland. Na deze dronk scheidde het gezelschap van tafel. Lijnslager raakte nu met Van Teylingen in een afzonderlijk gesprek, en daar deze minder dan Lijnslager bestand was om, als het erop aankwam, een sterk glas wijn te drinken, was het Lijnslager zeer blijkbaar dat het beter voor hem zijn zou dat hij het overige van de nacht in zijn huis doorbracht, dan dat hij hier onder dit al vrolijker en vrolijker wordend gezelschap bleef hangen. Hij wist hem te bewegen om samen van daar te gaan. Althans, Lijnslager verklaarde hem dat, daar hij aan het huis van zijn broeder Van Vliet verwacht werd, hij onmogelijk langer kon vertoeven en dat zijn Doortje daar ook was. Misschien, zeide Lijnslager, zou die wel wat vreemd opzien, zo gij niet medekwam en zich ongerust maken. Denkt gij dat? Antwoordde Van Teylingen. Nee, dan ga ik ogenblikkelijk meden. Laten wij dan stilletjes wegsluipen, hernam Lijnslager, waartoe heel goed gelegenheid is, want de meeste heren zijn zo druk in gesprek dat zij ons niet zullen merken. Onverhinderd vertrok nu Lijnslager met Van Teylingen en kwam aan het huis van Van Vliet, waar zich nog de huisvrouw van Van Teylingen bevond, die kort daarop vertrekkende een zeer beleefd compliment aan Lijnslager maakte met haar gewone en ongedwongen vriendelijkheid en schalkse blik, bij het afscheid hem dankzeggende voor de zo bijzondere zorg die hij voor haar man gedragen had. Einde van het 15e hoofdstuk. Hoofdstuk 16 van het leven van Maurits Lijnslager, deel 3, door Adriaan Loosjes Pieterszoon. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. 16e hoofdstuk. Lijnslager vertrok nu reeds morgens vroeg van Rotterdam, nadat hij kortelijk met Van Teylingen gesproken had over het adres, de Duinkerkse roofschepen betreffende, schoon hem zijn broeder
en zuster van Vliet poogden over te halen om ten minste nog dien dag te vertoeven, daar hij ondanks zijn rustig gestel zich de avond tevoren toch meer of min op die partij van Hoogheemraden van Schieland vermoeid had. Zijne zucht om zijne Maria en haar huisgezin weder te zien was te groot, dan dat hij geene bijzondere zaken te Rotterdam te verrichten hebbende besluiten kon om uit dien hoofde nog één dag zijn verblijf te verlengen. Hij beklom dus naar zijn broeder en zuster van Vliet en derzelver kinderen, die er een feest van gemaakt hadden, dat oom Lijnslager bij hen was, vaarwel gezegd te hebben, de wagen. Zonder enige bijzondere ontmoeting kwam hij te Leiden, en daar de wind zeer gunstig was om over het Haarlemmermeer naar Amsterdam te vertrekken, waartoe toen uit hoofde dat de trekvaart van Haarlem op Leiden nog niet gegraven was, zich de gereede gelegenheid aanbood, ging hij daar in de toen dagelijks varende kaag. Dit was hem daarenboven nog gemakkelijker en onkostelijker uit hoofde van zijn bagage. Hij scheepte zich in met een vrij groot aantal reizigers, allen vol hoop om bij de gunstige wind binnen weinige uren Amsterdam te bereiken. Maar zij hadden nauwelijks een half uur gevaren, of de wind liep meer en meer tegen, en nu voorspelde men elkander eene langwijlige en verdrietige reis. Schoon in Lijnslager nu de wens opkwam dat hij in plaats van de kaag het zekere gekozen had door naar Haarlem gereden te zijn, en dat hij dus vandaar met de gewone trekschuit binnen weinige uren thuis zou geweest zijn, was hij echter bij deze kleine teleurstelling zeer getroost, en te meer daar er onder de met hem reizende personen gevonden werden welke zeer onderhoudend van gesprekken waren. Zo trof hij onder anderen een oud man uit de Rijp aan, die een landmeter en timmerman van zijn bedrijf scheen. Deze grijsaard bleek hem alras te zijn Jan Adriaanszoon Leegwater. Deze, hoe eenvoudig in zijn voorkomen, verraadde, zodra hij in gesprek raakte met Lijnslager, een grote schranderheid van geest en juistheid van oordeel en bezield met ontwerpen die in geen kleine geesten vallen kunnen. Daarenboven was het geliefkoosd ontwerp waarover hij sprak van dien aard, dat zo het al ondernomen werd, volgens zijn verlangen, naar de hoogste waarschijnlijkheid, hetzelfde slechts gedeeltelijk staande zijn leven zou kunnen voltooid worden, en waarvan hij althans buiten twijfel nimmer voor zichzelf de vruchten plukken zou. Het was niet minder dan het droogmaken van het Haarlemmermeer, iets dat geheel zijn geest bezig hield, en waarover hij met eene ongemene drift sprak toen zij na lang sukkelens op die grote plas gekomen waren. Hij deelde aan Lijnslager zijn geheel ontwerp met die gulheid mede welke hem van vele zijner landgenoten onderscheidde, die dikwerf met eene zekere angstige bekrompenheid en vrezende dat hunne gedachten niet genoeg bekookt zijn, ontwerpen in hun hart smoren en met zich in het graf nemen, waarvan dikwerf de ruwe omtrek of flauwe schets aan volgenden ten grondslag kan dienen, om misschien een voortreffelijk gebouw op te stichten. Leegwater verhaalde nu Lijnslager beknoptelijk zijn ontwerp, zoals het kort daaraan breed door hem in het Haarlemmermeerboek door de druk aan zijn landgenoten werd medegedeeld. Lijnslager merkte aan: ik sta verbaasd dat een man van uw jaren op zulk een toon spreekt over een plan dat gij toch nooit zult kunnen zien voltooien en waarvan gij nooit in het minst enig voordeel trekken zult. Leegwater, bevreemdt u dat? Wel, het spijt mij dat gij zo van mij denkt. Hoor, al wist ik dat deze dag de laatste dag van mijn leven op deze wereld zou zijn, en dat kan ook zeer gemakkelijk zijn, want als men de 70 achter de rug heeft, is ieder dag je levens een zeer bijzondere gunst van God de Heer, die maar aan het kleinste deel der mensen gebeurt. Maar al wist ik dat dit de laatste dag van mijn leven zijn zou, ik zou daarom nog van een plan spreken dat ik zo nuttig acht. Zie, meneer, zo denk ik erover. En heb ik het mis? Wel, dan hoop ik dat het onze lieve Heer mij vergeven zal. Een mens moet niet voor zichzelf alleen leven,
wij zijn voor malkander in de wereld. Elk een moet er zich zoveel mogelijk op toeleggen om voor zijne naasten van nut te zijn. En o, als dat de mensen wat meer deden, ieder zo in zijn kring, dan geloof ik dat er heel wat meer en veel meer nuts zou gedaan worden. Ik heb nu landmeten en molenmaken geleerd en altijd mijzelf gevraagd, hoe kunt gij met het talent dat God de Heer u geschonken heeft en waarvan gij hem in de jongste dag rekenschap zult moeten geven, het grootste voordeel doen. Niet alleen voor uzelven, maar ook voor uw medemensen en voor uw landgenoten. Dat zijn altijd zo mijn gedachten geweest en ik moet waarlijk zeggen dat ik er veel meer genoegen van gehad heb dan vele anderen die ik gekend heb, welke alleen voor zichzelf geleefd hebben en die te traag waren, zal ik maar zeggen, om iets meer te doen dan hetgeen regelrecht op hun eigen geluk nederkwam. Als ik met zulke mensen over mijn plan van het Haarlemmermeer droog te maken en over het groot voordeel dat daarvan door de tijd voor het vaderland zou kunnen voortvloeien, sprak, dan kreeg ik dikwijls tot antwoord. Wat raakt dat ons? Dat is, bak mij koekjes. Als ik dood ben, laten zij daarvoor zorgen die na ons komen. Het nageslacht heeft niets voor ons gedaan. Waarom zouden wij er iets voor doen? En er zijn er nog meer die er niet zo voor uitkomen, maar die toch door hunne daden tonen dat zij er eveneens over denken. Maar hoe bedroefd zou het er voor kinderen en kindskinderen uitzien als er altijd zo gedacht en gedaan werd? Dan zou geen hovenier van enige jaren een nieuwe boomgaard planten, want als het boompje is groot, is het plantertje dood, zegt het spreekwoord met recht. En dat is wel waarheid over het algemeen. Het is voor de mens wel nuttig dat hij dit van tijd tot tijd bedenkt, omdat hij, als de Heer wil toetreden en hem opeisen uit deze wereld, altijd zijn lamp brandende houdt. Maar, zie, ik heb zo mijn begrippen, die ik mij nooit schaam, om als het te pas komt, zoals nu, bloot te leggen. Ik denk dat de mens best doet, hij mag jong of oud wezen, om zo te leven, dat hij zich voor zichzelf een gerust verbeelden kan, dat het zijn laatste dag is, die hij op de wereld leeft. Maar hij moet zich nooit door die gedachte zo laten wegslepen dat hij er een ogenblik door belemmerd wordt om dat te kunnen doen, hetgeen hij voor zijn medemensen zou kunnen. In het kort, de mens moet als hij voor zijn naaste werkt eens even werken, alsof hij hier altijd op de wereld blijven zou. En zie daarom, meneer, is Jan Adriaans zoon Leegwater, schoon nu een eind in de 70, daar God hem krachten naar lijf en ziel geeft, nog zo werkzaam als een man van 30 jaren, die nog 30 jaren zich verbeeldt in het vizier te hebben, maar ik heb reeds, en dat is een gebrek van de ouderdom, wat te lang gepraat. Lijnslager, gij hebt mij echter geen ogenblik verveeld, en daar uw gedachten zeer met de mijne overeenstemmen, zou ik mij verheugen als de mensen over het algemeen wat minder eigenbatig handelden en hun redelijk eigenbelang in het oog houdende dat wisten te onderwerpen aan de belangen van het algemeen. Want wat men er ook van praten mag, vader Leegwater, een mens heeft naar mijn gevoelen nu en dan een prikkel nodig uit zijn eigen belang ontleend om met meer kracht voor te werken. En hij mag naar mijn gevoelen voor zijn eigen belang zeer wel zorgen, daar dit toch ook een gedeelte van het algemeen belang uitmaakt. Er moet, gij begrijpt mij wel, vader Leegwater, toch zoiets voor de mens bijkomen, al is het dan maar een louter denkbeeld. Daar de wind stilt en vast meer en meer tegenloopt, hebben wij wel tijd tot praten, en ik spreek gaarne met lieden van jaren. Leegwater, dat doen anders vele jonge lieden tot hun groot nadeel niet, maar ga voort. Lijnslager, ik wilde u vragen, vader Leegwater, of op uw jaren, bij zulk een plan als het droogmaken van het Haarlemmermeer, waarover gij eerstdaags een boekje denkt uit te geven, met al het goede oogmerk dat gij hebt om er nog nut mee te stichten, als gij niet meer
op de wereld zijt, toch bij u ook de gedachte niet wel eens opkwam. Als het er eens toe komt dat men mijn plan ook maar voor een gedeelte volgde, dan zal men toch nog jaren na mijn dood van mij zeggen: Jan Adriaansz. Leegwater is de man geweest die er over 50 of 100 of zoveel jaren op bedacht is geweest. Leegwater: ik zou tegen mijn beter weten aanspreken, meneer, als ik zeide dat er, als ik zo het een of ander deed, niet wel eens zulke of soortgelijke gedachten in mijn geest opkwamen. En ik wil u wel bekennen dat ik daardoor in mijn werk zelfs aangemoedigd werd. Ja, nog is het zelfs niet geheel over. Maar in mijn jonge tijd was dit al heel erg met mij. En ik geloof veel te erg, want ik heb toen menigmaal er wat bij gewaagd, omdat men van mij de mond vol zou hebben. Ja, ik kom er maar vlak vooruit, dat ik wel zou hebben mogen laten. Zo toch is de jeugd, vooral als zij zo wat wordt aangeprikkeld. Maar voor het tegenwoordige is dat ook al heel veel gesleten. Want zoals de prediker wel zegt, het is ijdelheid der ijdelheden. Wat heb ik niet al krijgshelden en staatslui gekend, die de een voor, de ander na, zo beroemd waren, dat er alle mensen van praten, en dat men dagen ver zou gereisd hebben om hen te zien. En nu zij dood zijn, wat is het nu? Nu denkt of spreekt er bijna geen mens meer over. Ja, het grootste getal van mensen dat nu leeft, weet niet eens dat zij er geweest zijn. Wat wordt er nu weinig van prins Maurits meer gesproken, die toch in zijn tijd een zo groot held was. En nu praat men van de jonge prins Willem, die met zijn ruiterij de Spanjaarden dicht bij Antwerpen heeft laten zien dat nog hetzelfde bloed door zijn hart loopt. En is het het geval met zulke eerste lieden dat men zo spoedig na hun dood hen genoegzaam vergeet, althans flauwer en flauwer aan hun denkt, hoeveel meer zal het dit dan niet zijn van een man die maar een landmeter en molenmaker in de Rijp is? Lijnslager: ik kan niet zeggen dat gij er naar mijn gedachten ongegrond over spreekt. Gij bedoelde zeker met die kunsten die gij uit eerzucht bedreeft, toen gij u bekend gemaakt hebt door uw langdurig verblijf onder het water. Leegwater: wel geraden, juist die kunst meen ik, en ik beken u gaarne dat ik er niet weinig groots op was, toen ik met mijn oude vriend Pieter Pietersen naar Den Haag bij prins Maurits ontboden werd, waar wij hem beschreven waren als duikers zonder wederga. Wij kleden ons op onze boerse manier dan zeer netjes op en werden aan prins Maurits voorgesteld en vriendelijk door hem ontvangen. Hij vroeg ons of wij die lieden waren van welke men hem gesproken had, die het onder het water zo lang konden uithouden. Wij antwoorden enigermate bedremmeld: ja, genadige heer, en boden hem aan om het de volgende dag in Den Haag bij het hof in de vijver te doen. Het staat mij nog klaar voor hoe de prins te kennen gaf dat hij, om alle nodeloze oploop van volk te vermijden, er tegen was dat wij die kunst in de vijver zouden verrichten en voor ons op een stiller plaats even buiten Delft enige gelegenheid zoeken liet om, als het weer het gedoogde, al daar dan ene proeven van onze bekwaamheid te geven. Ik had er, schoon ik er grote eer in stelde, dat wij bij de prins zelf in aanmerking kwamen, grote spijt van, dat hij er tegen was, dat wij openbaar in Den Haag, en dat in de vijver, die er zo heerlijk toegeschikt was, en daar duizenden van getuigen konden tegenwoordig zijn, onze kunst verrichten. Enigszins werd die spijt vergoed toen prins Maurits met onze tegenwoordige prins Frederik Hendrik en graaf Willem van Friesland en vele andere aanzienlijke heren van het hof zich aan de plaats die ik met de valkenier van de prins had uitgezocht met koetsen liet brengen. Prins Maurits te kennen hebbende gegeven dat, zo wij nu gereed waren om hem onze kunsten te vertonen, wij konden beginnen, sprong ik met grote moed van de kant af in het water zeggende: adieu, mijn vrome heren. Ik bleef toen een geruime tijd onder water en riep onder hetzelfde met een zeer sterke stem, vertrouwende
dat ik wel door hun die aan wal stonden zou verstaan geworden zijn. Na een lange poos onder het water vertoefd te hebben, en wel zo, dat ik rekende dat de prins zeer wel voldaan zou zijn, gelijk mij ook naderhand bleek, kwam ik weder boven. En daarop vroeg prins Maurits welk het geluid geweest was dat hij gehoord had. Ik gaf hem te verstaan dat het mijn stem geweest was en dat ik hard geroepen had. Toen gaf de prins mij te kennen dat hij niet geweten had wat van dat geluid te maken, doch dat hij het eer voor het gebulk van een koe dan voor het geluid van een mensenstem gehouden had. Daarop deed mijn makker Pieter Pietersen, die de kunst zo goed als ik verstond, dezelfde kunst. Hij hield het er zo lang als ik onder, en om nog een aardigheid erbij te voegen, speelde hij met zijn vingers, even boven het water. Graaf Willem van Friesland, dit ziende, meende dat mijn vriend het te kwaad kreeg, en dat dit een bewijs was van de nood waarin hij zich bevond. Maar na weinige ogenblikken kwam hij weder zo fris en welvarende als ik tevoorschijn. Prins Maurits en het gehele hof waren uitstekend tevreden over onze kunst, en hij gelastte ons dat wij een herberg naar onze zin zouden uitzoeken en daar een goede sier maken. Dit deden wij ook lustig, en alles ging maar voor rekening van de prins. Het duurde evenwel niet lang of de prins liet ons bij hem aan het hof komen, en behalve een aanzienlijke vereering in geld ontvingen wij een octrooi van onze kunst, dat in zeer vererende woorden gesteld was en tot op de huidige dag onder mij berust. Lijnslager, ik herinner mij dat ik mijn vader wel van u heb horen spreken. Gij moet die kunst ook eens buiten Amsterdam vertoond hebben. Leegwater, gij kunt denken, toen ik die kunst in Den Haag voor het hof vertoond had, ging er wijd en ver een grote roep van uit. En de Amsterdammers schenen van de Hagenaars wel jaloers dat wij in Den Haag en niet te Amsterdam onze kunsten vertoond hadden. Wij namen daarom het volgend jaar, toen het Amsterdamse kermis was, die ik met mijn vriend Pietersen wel wilde bijwonen, die gelegenheid waar. En wij bemerkten nu daar ook dat de regering van Amsterdam liever had dat wij het buiten dan in de stad verrichten. Wij hadden ons ondertussen in die kunst nog blijven oefenen. Er was nu een grote menigte mensen bij elkander vergaderd. Ik denk dat er wel 700 of 800 bij elkander waren, en er waren velen onder die volstrekt aan de waarheid van de zaak geen geloof sloegen. Ik trok dan een linnen kleed aan, waarin 2 zakken waren. Ik deed in de zakken, zodat ieder het zien kon, 10 of 12 peren, en zei tot de menigte: deze peren zal ik nu half opeten, opdat gij niet zeggen zult dat ik ze in de grond gestoken heb. Ik nam voorts ene schalmij mede, en zeker makelaar Lems, die onder de hoop stond en een van de ongelovigsten was, vroeg mij of ik ook wel onder water schrijven kon. Toen ik dit met ja beantwoord had, nam hij een blad papier en schreef daar zijn naam op. Zoals ik nu dit een en ander bij mij had en dus volkomen gereed was, sprong ik met grote vrijmoedigheid in het water, mijn aangezicht naar het omstaande volk wendende. Adieu, vrome burgers van Amsterdam, dat is u ter eer, daar ga ik onder. Ik bleef nu wel 3 kwartier onder water, zoals Frederik Jacobs, een olieslager te Amsterdam, die, om dit nauwkeurig waar te nemen, een nachtglas had medegenomen, mij tot mijn eigen verwondering berichtte, toen ik weder boven kwam. Lijnslager, maar wat hebt gij nu met uw peren, met uw schalmij en met het blad papier uitgericht? Leegwater, ik had van de peren een stuk afgegeten, hetgeen er van overbleef, in een van de zakken gestoken, en toen ik weder boven op de wal kwam, liet ik aan allen, tot hun overtuiging, de afgebroken brokken peren zien. Ook hadden zij mij duidelijk op de schalmij horen spelen, en wel zo klaar, dat men onderscheidelijk de voix van de 23e psalm, die begint: mijn God, wordt mij als een herder geprezen, gemerkt had. Op het papier,
waarop de naam van de makelaar Lem stond, schreef ik: dit heb ik voor Amsterdam in de Wetering onder water geschreven. Ik reikte aan de makelaar Lems in tegenwoordigheid van ontelbaar veel getuigen dat papier over, en de man stond als voor het hoofd geslagen van verwondering, te meer daar dat papier nog droog was. Gij kunt begrijpen welk eene ontzettende menigte volks mij vergezelde toen ik naar de stad ging. Het was ondertussen te wensen dat deze kunst wat meer in ons waterachtig gewest beoefend werd, waartoe vele lieden de natuurlijke bekwaamheid bezitten. Bedenk maar eens, van welk een nut, behalve het gewone zwemmen, om ons eigen en eens anders leven te redden, dit duiken is, daar het ons in staat stelt om bij onderscheiden gelegenheden schatten die in het water geworpen zijn, zelfs verscheidene vademen diep, van de grond te halen. Lijnslager: nu, dan is deze kunst ook bijlang na geen ijdelheid. Leegwater: niet de kunst, maar de hoogmoed die men op dezelfde heeft, mijn vriend. Maar ik heb er weinig navolgers in gevonden. Zelfs het nuttige zwemmen, dat nu nog minder in heeft, begint meer en meer in onbruik te raken. Lijnslager: mijn vader heeft gezorgd dat ik die kunst reeds vroegtijdig leerde, en ik heb gezorgd dat mijn jongens er ook niet onkundig van zijn gebleven. Onder deze en andere gesprekken waren zij nu eindelijk een goed eind op het meer gekomen, en daar zij door de tegenwind genoodzaakt waren nu de ene dan de andere oever te naderen, gaf dit aan Leegwater schone gelegenheid om aan Lijnslager zowel aan de oost als aan de westzijde aan te wijzen welke verbazende grote brokken lands zelfs bij het geheugen van Leegwater weggekolkt en geheel ingezwolgen waren. Hij verhaalde hem hoe nu het Haarlemmer, het Leidse en Spieringermeer en Oude Meer, die voorheen onderscheiden plassen uitmaakten, tot één grote plas verenigd waren, en dat die in het jaar 1531 nog maar uitmaakte ruim 6500 morgens, maar 60 jaren later verre over de 12.000 morgens bedroeg, en nu, weder een halve eeuw later, nog 5.000 morgens was toegenomen, zodat de plas reeds bijna 17.000 morgens gronds besloeg. Het is dus, zeide Leegwater, niet zonder reden dat ik mij zo bekommerd maak over de verschrikkelijke verwoestingen welke die waterplas in het hart van het land gelegen aanricht, en al was het dat men niet verder voor zijn uitbreiding te duchten had, hoeveel gronds ligt volkomen nutteloos door het water overstroomd in een land waar men zoveel gronds tekort komt. Welke uitmuntende weilanden en teellanden liggen er niet onder deze binnenlandse zee verborgen? Lijnslager: de verbazende kosten die vereist worden om zulk eene plas droog te malen, schrikken waarschijnlijk de staten des lands af van eene zo ontzettende onderneming. Leegwater: dat een bijzonder persoon zich ongerust maken kan over het doen van grote onkosten, zelfs in ondernemingen die hij zeker berekenen kan, dat eindelijk op groot voordeel moeten uitlopen, omdat hij tevens overtuigd is dat de dood en andere toevallen hem kunnen bejegenen en misschien nog hij, nog de zijnen, ooit van het beloofde voordeel kunnen genieten, begrijp ik zeer duidelijk. Maar het is mij minder klaar dat de regering van een land overtuigd, gelijk zij zijn moet, aan de ene kant van de volstrekte schadelijkheid van zulk een dagelijks toenemende binnenlandse waterplas en aan de andere kant van het ontegenzeggelijk voordeel dat binnen weinige jaren alle de ingezetenen van het droogmaken van dezelfde moesten trekken, een ogenblik kan aarzelen om de handen aan het werk te slaan en eene onderneming aan te vangen waarvoor hun, zo al niet de tegenwoordige, zekerlijk het nageslacht danken zal. Aan het Nieuwe Meer naderende, dat tussen de Bovenkerkerpolder en Rijkenoord loopt, wees Leegwater aan Lijnslager de plaats waar het dorp Rijk nog bij zijn geheugen gestaan had, maar nu ook al in de diepte verzwolgen was. Toen zij eindelijk met de Kaag in de Schinkel gekomen waren en het gesprek over het droogmaken van het Haarlemmermeer ten einde liep, zeide Lijnslager: vader Leegwater, ik heb met het grootst genoegen al uw gesprekken over dit gewichtig stuk
aangehoord en vind mij meer en meer bevestigd in de volstrekte noodzakelijkheid dat dit gewichtig stuk eenmaal en wel hoe eer hoe beter ondernomen worden. Velen, zeer velen, zijn met u en mij in hetzelfde gevoelen. Daar wij nu in stil water zijn, zal ik u eens opzeggen wat onlangs de dichter Vondel, van wie gij wel zult hebben horen spreken, in een kort gedicht op het uitmaten van het Haarlemmermeer aan de Leeuw van Holland heeft toegevoegd. Uitheemse vijanden te zitten in de veren, te slingerende staart, groothartig over zee, is ijdel als uw long, geslagen aan het teren, inwendig vast vergaat en gij van harten wee. Zo deerlijk zucht en kucht en loost hij hele brokken, het rottende ingewand te kil uit in de golf. Wat baat het met uw klauw al het oost en west te plokken, naardien u bijt in het hart deze vrede waterwolf. Belust om over u eerlang te triomferen, o landleeuw, waak eens op en wek met eene schreeuw al het veen, de Kennemaar en Rijnlands oude heren, met de Amstellanders op tot noodhulp van hun leeuw. Men sluit hem met een dijk die spest die u komt plagen. De windvorst vliegt er met zijn molenwieken toe. De snelle windvorst weet de waterwolf te jagen in zee, van waar hij u kwam knabbelen nimmer moe. De veenboer zit en wenst deze waterjacht te spoeien en het veenwijf roept. Hij ruimt, de landleeuw wijd op het ruim en zuigt zijn long gezond aan de uiers van de koeien. Zo wint de landleeuw land, zo puurt hij goud uit schuim. Fraai gezegd en mooi gedicht, riep Leegwater uit. Maar wat baat schrijven en dichten, als er de heren niet naar doen? Ondertussen zeg ik u hartelijk dank dat gij het hebt opgezegd, en ik verzoek u wel vriendelijk om een afschrift van hetzelfde. Dan zal ik het onder de grote afbeelding die ik van deze waterwolf gemaakt heb, netjes door onze schoolmeester uit de Rijp, met grote letters overgeschreven ophangen. Als ik dan eens een bezoek van grote heren krijg, dat nog al nu en dan gebeurt, en als ik ze op de kaart gewezen heb, hoeveel duizend morgens land onder die plas bedolven liggen, zal ik hen tot hunne stichting dat gedicht van Joost van Vondel laten lezen, of het een en ander dienen mocht om hun uit hun slaap te doen ontwaken. Ten einde van Schinkel waren zij dicht bij de Overtoom, dat Kijf A sinds even tussen Haarlem en Amsterdam genaderd. Lijnslager zag nu met verrukking de stad Amsterdam in hare volle grootheid voor zich liggen, en het hart klopte hem dankbaar dat hij, na een afwezigheid van enige weken, binnen minder dan een uur zijn lieve vrouw en kinderen omhelzen zou. Daar hij intussen zulk een uitmuntend welgevallen geschept had in het gezelschap van Leegwater en de dag zo ver gevorderd was dat deze zijn reis over het IJ naar de Rijp niet voor de volgende dag kon voortzetten, bood hij hem met al die gulheid welke aan het oorspronkelijke Hollands hart eigen is zijn tafel en huis aan. Misschien, zeide Leegwater, zal uw vrouw zwarigheid maken om een zo onverwachte gast te ontvangen. Ik zie er daarenboven zo ongeschikt uit. Maak daar geen zwarigheid over, zeide Lijnslager, terwijl zij uit de kaag stapten. Maak daar geen zwarigheid over. Een vriend van mij, die ik medebreng, is altijd een welkome gast bij mijn vrouw. En na een zo lange afwezigheid zal zij zo verheugd zijn over mijn wederkomst dat ik er voor instaan durf dat zij er niet naar zien zal of de gast die ik medebreng wat meer of minder stof op zijn kleren heeft. Dat er dan van komt, zeide Leegwater, is voor uw rekening. Gerust voor mijn rekening, zeide Lijnslager. En meteen gaf hij aan een knecht van de kaag zijn pakkaatje en die van zijn gast Leegwater over en begaf zich met hem, zo snel als deszelfs ouderdom het toeliet, naar zijn woning, waar hem zijn Maria en kinderen reeds sedert het ogenblik dat hij van hun vertrok zo vurig hadden teruggewenst.
Einde van hoofdstuk 16. Einde van het derde deel van Maurits Lijnslager door Adriaan Loosjes-Pieterszoon. Voorgelezen voor LibriVox door Marcel Koenders.